Goeie avond. Goeie avond. Dank u wel om gekomen te zijn. Maar ook aan zij die online volgen, dank u wel om erbij te zijn. Wij, en in het bijzonder professor Quirijnen, zijn bijzonder blij met de onverhoopt talrijke opkomst. Zeker als u weet dat minstens evenveel mensen ook nog online deelnemen, dan is dit toch wel een heel mooi resultaat. En bevestigt dat professor Quirijnen gelijk had toen hij dacht dat het bijzonder nuttig was om eens de mensen met ervaring met LPRF, meer of minder ervaring, of mensen met goesting voor LPRF, bij elkaar te brengen voor vanavond een echte werksessie, zou ik het bijna durven zeggen, waarbij dat we een aantal interessante sprekers die zeker interessante dingen te vertellen hebben over LPRF heel concreet samen te brengen, om daarmee in gesprek te gaan, om al onze praktische vragen opgelost te zien, om ofwel nog meer bevestigd verder te gaan met uw praktijk, of een beetje extra moed gevonden te hebben om er binnenkort mee te beginnen. Dank u wel om hier te zijn, maar vooral ook dank u wel aan professor Quirijnen, wiens initiatief het is. En ik denk dat de meesten van ons professor Quirijnen kennen, maar kort samengevat, in mijn hoofd is hij de pionier van LPRF in de tandheelkunde. En wij hebben hem ontmoet omdat hij na de LPRF in die tanden toch ook nog graag die LPRF in andere wonden zag terechtkomen. En zo hebben wij ons gevonden en hebben we voor vaatheelkunde dan de stap gemaakt om LPRF te benutten. En de toepassingen zijn legio. En dus vanuit al die toepassingsgebieden hebben we geprobeerd om interessante sprekers bij elkaar te brengen om samen met u in gesprek te gaan. En ik wil toch ook graag, voor we aan het einde komen, gezegd hebben dat de firma Almedics ons hierin ook wel gesteund. Zij zijn altijd de enthousiaste supporters van LPRF en met reden, en want hun producten zijn een essentieel onderdeel van het goed slagen van de techniek. Dank u wel. Professor Quirijnen, wil u nog graag iets extra toelichten? Zo niet, dan denk ik dat wij het gesprek kunnen openen. En dan stel ik voor dat we naar de eerste spreker gaan. Meneer Bernaerts, Chris Bernaerts, is een heel ervaren verpleegkundig specialist in wondzorg. Hij werkt in UZ Leuven, maar is ook gastdocent in meerdere universiteiten in België. Al met meer dan 20 jaar expertise in intensieve zorg en in brandwondenzorg heeft hij zeker heel veel recht van spreken. En dat combineert hij met werk als klinisch specialist en lesgeven en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is hij ook de vicevoorzitter van de Wound Care Consultant Society en adviseur voor Artsen zonder Grenzen. Het kan dan ook niet anders dat hij met zoveel kennis van zaken hier het eerste woord krijgt. Voor zij die hier aanwezig zijn, ligt op ieder tafeltje een praktische richtlijn die opgesteld is door de Wound Care Society. En meneer Bernaerts zal u daar graag verder toelichting over geven. Voor de mensen die online deelnemen, kunnen we zeker voorzien dat er een PDF van dit document nagestuurd wordt. Meneer Bernaerts, aan u het woord. Dank u wel. Dank u wel ook voor de uitnodiging om hier deze eerste lezing te mogen geven. Even kijken.
Ik heb met jullie kort het eerste kwartiertje hebben, vooral over het optimaal gebruik van LPRF. En ik heb deze lezing, maar eigenlijk ging mijn collega Michiel Klaas deze lezing geven, maar die om privéredenen dit helaas niet kon doen. Hij is toch nog wel net iets meer expert in dit topic als ikzelf. Maar ik wou dit met veel plezier van hem overnemen. Nu, LPRF in de praktijk, hoe zijn we er? We werken er allebei, denk ik, al toch al ruime tijd mee. En het idee was ook vanuit de woonzorgvereniging effectief om eens gewoon met een aantal mensen die daar toch wel al een aantal jaren mee werken, is gewoon die ervaringen te delen. Omdat we wel allemaal mee bezig zijn. En het is interessant ook wel eens om eens te kijken van oké, hoe doen we dat allemaal? Dus we zijn eens gekeken van oké, we hebben die ervaringen gedeeld en we hebben ze ook geprobeerd om te werken. We zijn er nog mee bezig rond een consensusdocument, maar ik denk dat hier al een eerste mooie draft ligt voor jullie. En die eerste draft wil ik eigenlijk ook met jullie toch wel al delen. Nu, ik denk dat we allemaal wel kunnen zeggen dat we LPRF kunnen gebruiken, zowel in de acute en de chronische wondzorg, en dat we daar toch wel heel wat wonden mee kunnen gaan behandelen. Maar dat natuurlijk altijd wel belangrijk is als behandelaar om te gaan kijken van oké, is het nu een indicatie en is het opportun om er LPRF te gebruiken? En ik denk, zoals met elk wondproduct, hoe meer de ervaring hebt en hoe meer je weet van oké, hier kan het, ja, hoe vaker je het ook wel soms kan gebruiken. Nu, bij dat gebruik is het natuurlijk ook wel belangrijk om toch wel rekening te houden met een aantal contra-indicaties, dat zo mogen zeggen, maar ook toch een aantal aandachtspunten. En die wil ik eigenlijk met jullie al eventjes delen. Als we gaan kijken naar contra-indicaties, en ik deel nu vooral wat vanuit die groep waarvoor kwam, dan is natuurlijk, zoals bij elke wonde, ook natuurlijk heel belangrijk, als je een wonde gaat behandelen, dat je ook de oorzakelijke en instandhoudende factoren gaat behandelen, dat je toch ook gaat kijken van oké, uw onderliggende factoren, denk maar aan diabetes en dergelijke, evenzeer moeten gaan behandelen om een goede wondheling te krijgen. Het is natuurlijk niet het wonderproduct, hè, zoals negatieve druk ook niet het wonderproduct is. Nee, je moet effectief ook wel de oorzaken aanpakken en ook de nodige preventieve maatregelen gaan instellen om natuurlijk toch ook wel alles onder controle te krijgen. Wacht even kijken. Misschien makkelijker. Ik denk een andere indicatie waar we toch niet meest geschikt voor vinden is natuurlijk atypische of zeldzame ulcera, zoals een pyoderma gangrenosum. Calciphylaxis zijn misschien niet direct de indicaties waar toch de eerste keus dit voor gaan zijn, net zoals enterocutane fistels of enteroatmosferische fistels. Anderzijds ook niet de hematologische problematiek of waar nog maligne weefsel aanwezig is. Anderzijds wil ik wel beklemtonen oncologische wonden. Daar is het denk ik wel zeker een goede indicatie als het maligne weefsel wel weg is. En dan denk ik dat het in heel veel gevallen wel al heel goede resultaten heeft bewezen. Ook moeten we zeker en vast zijn dat er toch het necrotisch weefsel zo goed mogelijk verwijderd is. En als er een aanwezigheid is van een onbehandelde osteomyelitis, dat wil zeggen dat die ook niet zaai. Dus we gaan ervan uit dat die zeker en vast met antibiotica moet ondersteund worden. En dergelijke, dan kan het eventueel wel. Maar anders is het ook wel een soort, zeker niet de eerste indicatie om mee te beginnen. Was nog eventueel een contra-indicatie is toch ook wel aanwezigheid van klinische tekens van infectie. En ik denk van, als we gaan kijken, bij je contaminatie, kolonisatie, is het zeker geen probleem om te gaan werken met LPRF. Maar als we gaan zien van oké, we zitten met subtiele tekens, hè, dan zien we van typische toename van bloeding, uitbreiding van fibrine, vertraagde wondheling, en al een heel van die hypergranulatie, een heel van die symptomen, dan kan het inderdaad misschien wel gaan gebruikt worden, maar dan is het belangrijk om zeker en vast eerst grondig te gaan curateren, te ontsmetten en te kijken of een aantal dagen ontsmettend te gaan werken. En dat je dan eigenlijk moet gaan kijken, oké, gaat het toch eerder naar een meer proper wonde, of gaan we toch verder naar een andere infectie met de klassieke tekenen, dus als een rubercaler dolor tumor functionalis. En ook als je gaat kijken naar de andere, de uitbreidende systemische infectie, dan is het denk ik wel heel belangrijk dat het toch wel is dat je eerst de infectie gaat bestrijden voordat je LPRF gaat toepassen, omdat anders de kans op slagen toch wel sterk geminimaliseerd wordt. Was nog een belangrijk aandachtspunt ook bij heel de techniek. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat je de juiste bloedtubes gebruikt. Dat je ook weet van oké, er zijn heel wat verschillen. Maar dat je ook wel weet van oké, welke zijn de bloedtubes, welke is de centrifuge setting, welke is het protocol. En dat je inderdaad daar ook toch wel probeert zoveel mogelijk van gebruik te maken om je kans op slagen en om goede LPRF-klots te krijgen, om dat toch ook wel tot een goed resultaat te gaan brengen. Een ander belangrijk gegeven is ook toch wel, hou rekening altijd met de therapietrouw van de patiënt. Als je weet dat je patiënt al niet therapietrouw is, ja, dan zal het natuurlijk ook al heel moeilijk worden om toch wel goede resultaten te halen. Als je weet
dat hij niet doet wat je zegt, als het, ook de basishygiëne, als hij niet aanwezig is, ja, dan is de kans op het niet slagen van de therapie toch wel heel groot. Dus ik denk dat je ook al die zaken bij het kiezen van LPRF zeker in overweging moet nemen. Nog een ander aandachtspunt is dat je, ja, belangrijk is, net zoals je ook elk wondproduct gaat gebruiken, is het ook belangrijk, hè, als je een wondproduct gaat gebruiken, hoe gaat een wondproduct werken als het contact heeft met het wondbed? Kan ook hier de membranen pas actief een werking kunnen gaan hebben als er een stabiel en rechtstreeks contact is van de membranen met de wonden. Er zijn een aantal relatieve contra-indicaties. En eerst is natuurlijk, als je heel diepe of grote wonden hebt, is het niet altijd zo evident om die membranen altijd goed aan te brengen en ook om ze ter plaatse te houden. Hè. Denk maar ook aan ondermijnde wonden. Dat is niet altijd zo makkelijk. Dus je moet ook altijd gaan kijken van oké, is die wonde toch wel haalbaar om ook hier met LPRF te werken, om dus een mooie laag membranen over die wondbodem te gaan brengen. Je kan dat gaan doen, toch zo goed mogelijk aan te brengen en dan de resterende holte op te vullen met compressen en op die manier die holte toch wel goed tot een goede op te vullen en dat die membranen toch een goede druk krijgen om ter plaatse te blijven. Bij oppervlakkige wonden kan je dan misschien ook gaan kijken van oké, je kan de dikte van die membranen eventueel gaan aanpassen. Dat we ook nog alles doen van moeten we ze effectief comprimeren tot 1 mm of gaan we ze soms iets dikker laten. Dus op die manier kan je soms ook daar wel wat oplossingen voor zoeken. En je moet natuurlijk ook altijd rekenen met de zwaartekracht. Nu, hoe beter je ze kan fixeren, maar hou er natuurlijk ook rekening mee. Ook dat kan toch gewoon soms een probleem zijn. Een andere relatieve contra-indicatie is als die wonde heel veel wondvocht gaat afgeven. Als je echt hoog-excessieve wonden hebt, dan wil dat zeggen het verband dat je verschillende keren per dag moet doen, dan kan het een probleem geven. Ik zie hier van voor al denken van... Dus het kan misschien toch zijn van... Het is misschien niet, maar dus als je echt heel excessieve wonden hebt, dan moet je misschien gaan kijken van, ja, is het hier de juiste indicatie? Waarom? Omdat de membranen niet altijd dan perfect in werking gaan hebben en dat je misschien toch ook wel in werking gaat verliezen en dat het ook moeilijker is om ze goed ter plaatse te gaan houden. Compressietherapie daarentegen kan wel, maar bij voorkeur echt wel windels en niet compressiekousen, omdat je bij het aantrekken van de kousen eventueel ook wel verschuiving krijgt van de membranen en dat het ook wel niet het ideale systeem is. Bij de opstart, wat is daar heel belangrijk? Bij de opstart blijft, zoals bij elke wondreiniging, het belangrijkste dat je een goede wondreiniging doet. Goede reiniging met fysiologisch, met een wondreiniger, eventueel met een wondtouch, maar dat je echt goed mechanisch die wonden reinigt, is denk ik de basis van elke wondzorg en ook de basis van LPRF om mee te starten. Ja? Bij de eerste behandeling wordt ook vooral vooropgesteld, en dat was toch ook een vrij grote consensus, dat het oppervlakkig curateren van de wondbodem toch wel een heel groot voordeel heeft om alle necrotisch materiaal, vreemd materiaal en korsten, om dat toch wel te gaan verwijderen. Eventueel ook excisie te doen van die avitale atone wondranden, om op die manier die ook toch iets actiever te maken. Ook bij uitgebreide ondermijningen om te kijken of je daar even wat kan curateren. Anderzijds het creëren van de ondermijning als envelop, hè, dat je zegt van je gaat die even curateren om de membranen onder die wondrand te brengen. Dan was eigenlijk het algemeen gegeven dat dat niet direct aangewezen was bij ons, maar bij sommigen wordt dit ook wel vooropgesteld. De wonden gaan we bij voorkeur, de wonden, de wondranden en periwond, gaan we eigenlijk toch wel bij voorkeur ontsmetten. Waarom? Met een ontsmettingsstof, een breed spectrum, hè, zoals bijvoorbeeld isobutadine. Waarom? Omdat we toch ook het verband tot een week kunnen toelaten en het dan ook wel aangewezen is om toch wel te zien dat je zeker die wonden zo kiemarm mogelijk maakt. En op die manier gaan we ook proberen te kijken die contactheid te respecteren. En het ideale is natuurlijk, als je dat gaat doen, terwijl je bereidingsproces van het LPRF-membraan gaat gebruiken, dat je dan op die manier kan het heel de wonden en de wondomgeving kan gaan ontsmetten. Vervolgens gaan we de LPRF-membranen bereiden volgens techniek. Daar ga ik niet verder op in. Ik denk dat er de sprekers verder ook nog wel op in zullen gaan. Wat is dan nog belangrijk? Een goede wondrandbescherming. We moeten natuurlijk ook die wond zien dat het geeft nog soms toch nogal, we hebben soms nogal redelijk exuderende wonden. Het is belangrijk dat die wondomgeving ook zo goed mogelijk gaat beschermd worden. Bij voorkeur doen we dat met een spray, was het. Nu, wij gebruiken liever geen crème salve pasta's. Nu, er zijn er ook wel die in de praktijk wel doen. Maar op zich is daar de consensus vooral dat we dat liever niet doen, omdat dat nogal eens de fixatie van de membranen kan bemoeilijken. Ja? Ook bij extreme gevallen, hè, we gaan met barrièrespray, in extreme gevallen kunnen we soms werken, zelfs met bijvoorbeeld Cavalon Advance, dus met een polymeer, met een ander systeem om de wondranden in extreme situaties te gaan beschermen. Ja?
Het LPRF exudaat, ook daar kunnen we zeker vaststellen, dat is het exudaat dat we krijgen na het comprimeren van de LPRF, heeft zeker ook die antibacteriële eigenschappen, een aantal groeifactoren en dergelijke, is soms ook nuttig, of werd ook vooropgesteld van heel veel van ons gingen dit ook injecteren in de wondranden en de wondomgeving met subcutane naaltjes, om die weefselregeneratie te stimuleren. Anderzijds is het ook mogelijk om het exudaat gewoon te gaan spreien over de membranen, om die nadien, als je ze geappliqueerd hebt, om ze dan erover te spreien, om op die manier ook nog betere fixatie te krijgen en het ze nog beter te kunnen vastzetten. Een alternatief daarvoor is het IPRF. Daar ga ik nu niet verder op in, maar je hebt ook nog andere tubes, wat zeker ook nog interessant kan zijn als je het meer wilt gaan injecteren in die wondranden. Dan de plaatsing. De plaatsing van de membranen is belangrijk dat we eigenlijk gaan werken met de face-zone, zal ik maar zeggen, naar ondergericht. Dus de zone, als we gaan afschrapen, de zone waar na het verwijderen van de rode bloedcellen. Dat we op die manier die zone eigenlijk gaan plaatsen, vooral op de, als je een granulatie wilt, vooral op de diepste en de meest atone zone. Als je eerder naar een epithelisatie wilt, dan gaan we ze eigenlijk meer gaan plaatsen naar de wondranden. En op die manier gaan kijken van waar kunnen we effectief die granulatie of die epithelisatie zoveel mogelijk kunnen stimuleren. De membranen gaan we proberen zoveel mogelijk naast elkaar te plaatsen. In principe zonder overlap. We proberen zoveel mogelijk. En je kunt ongeveer, als je 8 tubes hebt, was het 36, ongeveer een 36 vierkante centimeter ongeveer gaan behandelen. Als je goede klots hebt natuurlijk. Je kunt ze ook in de ondermijningen gaan plaatsen. En als je zegt in iets diepere wonden, dan kan je soms ook proberen om je membranen iets dikker te maken. Dat je zegt van je gaat ze niet volledig comprimeren. Je hebt sets waar je ze aan kunt 5 minuten comprimeren. Je kunt ze ook zelf manueel gaan comprimeren. En dan gaan we ze soms zeggen van oké, we gaan ze niet volledig comprimeren tot op die dikte van 1 mm, dat we ze iets dikker houden. En dan kan het soms ook wel soms iets handiger zijn. Dubbellaggen mag. Als je erover hebt, dan gaan we ze ook eventueel wel dubbellaggen. Maar op zich is dat eigenlijk niet nodig, omdat je gaat ook zien als je gaat dubbellaggen dat die toch niet perfect gaan aanhechten of incorporeren in de wonden. Dus het kan, maar het is zeker niet nodig om ze te gaan dubbelleggen. Fixatie. Dan gaan we vooral kiezen om ze te proberen zo goed mogelijk te fixeren. En daar kiezen we liever niet voor bijvoorbeeld een gewoon vetverbandje of een geïmpregneerd verbandje of antibacterieel verbanden, wat op zich niet direct nodig is. Maar gaan we eigenlijk bij voorkeur werken met siliconenverbanden, zoals Mepitel One, of je hebt er ook andere ondertussen op de markt. Omdat eigenlijk je siliconen onderlaag ervoor gaat zorgen, enerzijds dat die membranen wel goed gaan gefixeerd worden. Gaat eigenlijk ook je siliconen gaat ook goed op de huid gaan fixeren. Dus helpt echt wel ze goed fixeren in de wonden. Het helpt anderzijds ook het vocht-gewond milieu mee te ondersteunen. En belangrijk is daarbij natuurlijk dat je voldoende overlap hebt, dat je het echt wel ruim genoeg doet. En net zoals bij een skintier kan ook hier je mepitelverband eigenlijk gerust tot 7 dagen ter plaatse blijven. Wat toch zeker een voordeel heeft, ook effectief. We willen die membranen zo lang mogelijk ter plaatse blijven. Dat ze ook op die manier hun groeifactoren en dergelijke zoveel mogelijk kunnen afgeven. Nadien gaan we een secundair verband aanbrengen in functie van de hoeveelheid wondvocht. Dat kan gewoon zijn met een meesoft compress, een onboven compress. Eventueel al dan niet combinerend met een absorberende compress. Dat maakt ook dat je die vercompressen, als die afhankelijk meer wondvocht afgeven, dat je die misschien ook wel vaker gaat moeten gaan vervangen. Maar dat kan ook perfect met het siliconenverband, dat je eigenlijk gewoon ter plaatse kan laten. En op die manier, dat je zegt, ik het verband, het absorberend verband, om de dag, om de 2 dagen vervangen. Het siliconenverband, die de LPRF goed ter plaatse laat, ga je goed ter plaatse houden. We opteren ook niet om alles nog eens af te plakken. Sommigen gaan ook zeggen, van je moet dan de siliconenverbanden gaan afplakken met een polyurethaanfilm. Daar opteren wij niet direct voor, omdat we zien dat dat toch een verhoogd risico heeft voor maceratie, anderzijds ook voor infectie, omdat het soms echt wel het dan te vochtig gaat maken en dan toch wel een heel vochtige, occlusieve verband gaat creëren, wat niet het meest ideale is. Net zoals het gebruik bijvoorbeeld van niet inklevende verbanden met plastic antikleeflaag, denk maar aan het Melolijn, ook dat opteren we liever niet voor, omdat die ook niet altijd het voldoende vocht gaan opnemen. Een alternatief kan eventueel ook zijn als je zegt bij iets minder acceptieve wonden om daar te gaan werken bijvoorbeeld met schuimverbanden. Denk maar gewoon de zelfklevende schuimverbanden met siliconen contactlaag. Maar ook dan is het wel belangrijk dat je die schuimverbanden toch wel probeert 7 dagen ter plaatse te houden. Dat je die ook niet meer moet kunnen manipuleren, omdat je dan ook weer het risico hebt dat je je LPRF-membranen ook meer gaat manipuleren en eventueel gaat verliezen. Ja?
Was dan de aandachtspunten bij de volgende behandeling eigenlijk net hetzelfde. Het belang blijft altijd de wonden steeds goed te gaan reinigen. Een belangrijk aandachtspunt is wel toch van, je controleert of je LPRF-membranen aanwezig zijn. En hetgene wat ik in het begin ook heb moeten leren is van, dat geel beslag dat je soms op de wonden hebt, is hier niet altijd fibrine, maar is vaak ook nog wel restant van je LPRF-membraan. Dus op die bedoeling is het ook wel van, hou de membraan ter plaatse. Ga dat niet zitten verwijderen. Dus die vastgehechte membranen, hou die zeker ter plaatse. Die kunnen zeker nog verder doorgroeien en dergelijke en een stof afgeven. Enkel de loszittende membranen, alles wat loszit, korsten en dergelijke, dat gaan we wel proberen te gaan verwijderen, maar ga zeker daar niet alles verwijderen. En dat opzicht is ook belangrijk dat we in een volgende fase ook niet meer gaan curetteren. Dus eigenlijk, we gaan eerst bij de eerste behandeling gaan curetteren. Nadien is het eigenlijk niet meer ideaal om te gaan curetteren, omdat je dan eigenlijk ook vaak de membranen die nog aanwezig zijn en de stoffen die nog aanwezig zijn, dat je die eigenlijk ook een stukje mee gaat gaan verwijderen. Wat weten we nog? Dat enerzijds als uw therapie beter en beter werkt en je ziet van er is meer en meer heling. Ja, natuurlijk, dan gaat eigenlijk ook uw wonden meer gaan bedekt worden, zenuwen gaan minder bloot liggen en je gaat eigenlijk ook gaan zien dat uw pijn geleidelijk gaat moeten gaan dalen. En vaak hebben die ervaring ook wel dat die pijn toch wel minder is als dat toch wel zijn effect heeft. De geur gaat ook vaak moeten gaan reduceren na die behandeling. Je krijgt zo nog wel soms een typische LPRF-geur, maar die gaat eigenlijk ook wel gaan reduceren. En ik denk als laatste wat ik u wil meegeven, is ook wel natuurlijk, het blijft ook nadien nog heel belangrijk, die nazorg. Als je een patiënt hebt met LPRF, die je gaat naar huis sturen of dergelijke, is het ook belangrijk dat je zeker goed gaat informeren. Dat je ook zegt van wat mag je, wat mag je niet. Dus dat die siliconenverbanden goed tot 7 dagen ter plaatse mogen blijven, enkel secundair verband vervangen. En heel belangrijk ook van wanneer moet hij toch eventueel contact opnemen met de behandelende arts. Zoals je ziet van toename exudaat, meer geur, meer pijn, koorts, infectietekens. Ja, dan is het toch wel bekijken van moeten we toch niet eerst sneller gaan ingrijpen. Anderzijds natuurlijk ook kijken van zien dat we, als we de wonden dicht krijgen, ook dat er aandacht is voor het voorkomen van recidief, de nodige preventieve maatregelen. En natuurlijk als laatste ook heel belangrijk, een goede nazorg. Als de wonden geheeld is, goed hydrateren, zoals bij elke grote wonden. Sunblock en een factor 50, al die zaken die belangrijk zijn om tot een goede heling en een goede nazorg te komen. Dat was een kort wat eigenlijk uit die groep kwam. Een aantal praktische richtlijnen die, en we zullen zien van ook hoe de hele experten er eigenlijk in de praktijk mee omgaan en wat zij ervan meenemen. Maar daar kwamen eigenlijk zo'n stukje mee over samen. Ik dank u wel. Dank u wel. De bedoeling is dat we na elke voorstelling een gesprek houden met u hier aanwezig, met de aanwezigen online. Maar wij hebben ook een expertenpanel bij elkaar gebracht om het gesprek wat te faciliteren. En daarvoor hebben we naast de sprekers collega Van Latem van onze dienst dermatologie en collega Houthoofd van de dienst vaatheelkunde hier expliciet met deze opdracht bij elkaar gebracht. Maar uiteraard, iedereen is zeer welkom om aan het gesprek deel te nemen en niet het minst ook professor Quirijnen met zoveel ervaring. Zijn er al vragen? Ja, wat ik zeker moest zeggen is dat als u iets wil zeggen, dat u dan best werkt met de micro's. Het volstaat om op de knop te duwen tot die groen wordt. En dan kan u daar langs praten. Ook als u een stevige stem hebt, is het goed om dat toch via de micro te doen, zodanig dat de deelnemers online u ook kunnen verstaan. Deelnemers online kunnen zelf ook interageren, maar dat gebeurt dan via een chat. En die heb ik eigenlijk nog niet expliciet bedankt en vernoemd, maar meneer Maas, de clinical support manager van onze dienst, is hier intussen een professional in organiseren van dit soort van online symposia en zal de chatbox ook modereren. Zijn er al vragen van online? Nog geen vragen. Ah, ja, voilà. Oh la la, ja, ik zie het. Ja, helemaal goed uitgerust. Oké, zijn er... Ah ja.
als jullie naar niet meer een wekelijkse behandeling gaan, maar naar een tweewekelijkse behandeling bijvoorbeeld, wat gebruiken jullie dan in de tussentijd van wondzorg tussen uw twee sessies? Als uw LPRF-membranen, als je ervan uitgaat dat die 7 tot 10 dagen aanwezig zijn, wat doet je dan met die resterende dagen tot uw nieuwe behandeling? Wat ik meestal van gebruik is gewoon vochtige wondheling. En dan kan dat ofwel een schuimverband zijn. In sommige gevallen ga ik gewoon werken met een Zimalginogel in tussentijd om die verdere granulatie te gaan stimuleren. Dat is wat wij gebruiken. Maar ik weet niet of momenteel ook bij de rest iets anders gebruikt wordt. Maar we gaan eigenlijk gewoon die vochtige wondheling verder gaan stimuleren met de actieve wondproducten die we eigenlijk hebben. Kan het ook gebruikt worden bij decubituswondes? Kan het gebruikt? Ik heb het zelf al gebruikt, geef ik eerlijk gezegd toe, maar het is niet de meest aangewezen indicatie, omdat het niet altijd makkelijk aan te brengen is en het natuurlijk ook wel belangrijk is dat je ook wel goede preventie kunt doen. En ja, de ervaring leert dat het niet de meest aangewezen wonden zijn om er daarmee te gaan werken. Dat was ook zo wat toch wel een consensus was bij iedereen van het is niet de eerste indicatie, maar het af en toe wordt het wel eens gebruikt, maar het is niet de eerste indicatie zeggen van oké, omdat het vaak ook moeilijk is om het daar te gaan behandelen. Welke zijn dan de meest voorkomende wondes? Ik denk dat er hier zelfs voorbeelden gaan komen. Ja. Je gaat hier zelfs heel wat mooie voorbeelden komen waar het perfect toepasbaar is. En dus ik denk dat de rest van de avond zeker en vast nog wat gaat brengen. Juist een vraag omwille van de decubitus. Stel dat je nu, je hebt een vuile wonde, je hebt de decubitus eigenlijk heel mooi gedebrideerd, je zet dan een vak op, je laat dat mooi opgranuleren. Denk ik toch wel, zou je proberen misschien in het finale stadium de wondsluiting te stimuleren door dan wel LPRF te doen? Of wat denk jij daarover? Het kan zeker helpen. En ik moet zeggen, ik heb het zelf ook wel toegepast. Als je zegt, het probleem is vaak dat je het dan gaat toepassen in de fase waar je een beetje uitbehandeld zit, dat je dan gaat echt in de laatste fase gaan toe. Maar ik geef toe, ik ben zelf ook soms nog zoekende van waar kan ik het nog verder gaan gebruiken. Dus het kan zeker. En baat het niet, schade zal het zeker niet. Dus ik denk van het is zeker een optie om het verder te gaan bekijken. Maar ook belangrijk blijft dan om zeker en vast die goede preventie te doen. Echt wel te kijken van oké, hoe kan die druk weggenomen om die oorzaken weg te nemen zoals we al begonnen zijn. Ik denk dat een heel belangrijk gegeven is. Want ja, die oorzaak moet wel mee aangepakt worden. Ja. Ja, Chris, is het niet de druk die in die decubituswonden, ik spreek dan vanuit de hielwonden die wij toch vaak zien, een dramatisch probleem is als je LPRF doet? Wij hebben daar geen goede resultaten mee als we het op de hielen doen. Nee, ik kan het begrijpen, zeker een vast. Je krijgt dat niet geafloot eigenlijk. Hè, dat... Je hebt ook het risico ook zeker op de hielen en dergelijke, je hebt het risico op wrijving. Ja, je moet dan nog, en dat massereert enorm. Het massereert, het is niet altijd makkelijk. Dus dat is de ervaring die ik ook wel heb. Het is niet de meest aangewezen en niet de makkelijkste situatie. Ik denk dat we heel wat beter en heel makkelijker, of andere voorbeelden zien, waar we toch wel veel betere resultaten hebben. Maar... Om het enthousiasme aan te wakkeren, is dat misschien niet de wonde om mee te beginnen. Ja. Ik ondersteun dat zeker, maar we hebben wel in de setting dat u zegt, inderdaad zo in de finale, en dat was een heel wonde, hebben we het wel eens toegepast, maar dan is dat echt niet met de bedoeling van een hele serie van LPRF te doen, hè, maar dan inderdaad zo 1 of 2 keer en ja, te boosten. En waar ik daar straks zo in mijn hoofd zat te schudden bij het woord exudatief, dus zeker correct dat je de natting moet onder controle zijn voordien, maar dan nog, ik vind dat sowieso een factor dat bij elke LPRF een rol speelt. Elke wonde zal bijna exudatief worden op het moment dat je er LPRF mee begint te doen. En dat is dan naar je patiënt naartoe, die moet daar dan niet ongerust over zijn, zodanig dat ze dat 7 dagen dicht laten, verband verversen, eventueel boven je meepitel, dat dat goed komt. Maar ook dat is denk ik een factor bij die decubituswonde. Je moet een wond hebben waarbij dat je eigenlijk alle etiologische factoren, heel de wondomgeving onder controle kunt houden. En dat kan je dan niet meer op dat moment. Dat is denk ik een heel belangrijk gegeven, omdat zeker niet als eerste indicatie. Ook nog naar voren komen, maar ik denk bij onze diabetes voeten is dat exudatieve krijgen we daar heel moeilijk onder controle. En je ziet als je daar begint met die LPRF, dat zeker niet altijd een succes vergaat daar.
Dat is een beetje de reden waarom wij, want in het begin we zijn met professor Kreijne het alleroorspronkelijkste protocol opgestart. Dat is nog altijd overeind, dat staat altijd op mijn computer. Maar in het begin deden wij dus heel vaak ook nog dat inspuiten van het vocht en dat ook nog opdruppelen. Maar om die reden doen wij dat ook veel, veel minder. Omdat het vanzelf eigenlijk al... Ja, dat wordt niet droog. Hè. Dat is absoluut het probleem niet. Om een beetje te stimuleren, extra te stimuleren, maar inderdaad... Ja, maar... Ja. Ik denk dat inderdaad, dat kunnen. Je wilt weglaten om je protocol misschien te optimaliseren in die heel, ja, in de iets nattere situaties, is dat misschien nog. Een paar tips en tricks. Hè. Ik denk van, ja. Okay, ik denk dat je altijd moet bekijken. En ja, beneden keer zal het niet in handen. Dus in dat opzicht, het is zeker niet de waarheid wat hier gezegd wordt. Ik denk van, het is een deel expertise dat we delen. Dus ik denk dat het ook een heel belangrijk gegeven is wat we hier ook vanavond verder zullen doen, denk ik. Dus ja. Ik stel mij even ook de vraag in hoeverre, als er effectief zoveel wondvocht aanwezig is, in hoeverre hebben jullie dat al eens gedaan door membranen op een wondbodem, dan een epitel, en dan daar is vacuümtherapie. Gaan dan de membranen eigenlijk kapot? Of zou dat ook de ingroei bevorderen door een negatieve druk ook daarop aan te brengen? Ik heb het zelf nog niet gedaan. Heeft misschien ervaring? Er is een kleine studie gebeurd bij muizen, waarbij dat er vastgesteld wordt dat de combinatie van negatieve druktherapie en LPRF en de negatieve druktherapie een meerwaarde biedt. En dat zal vermoedelijk te maken hebben met het feit dat het wondvocht, die heel veel enzymes bevat, als je dat wondvocht kan wegzuigen, gaan je enzymes de kans niet krijgen om je LPRF kapot te maken. En dat zorgt ervoor dat ook je klot heel mooi op zijn plaats blijft. Door gebruik te maken van de combinatie van de twee. Maar natuurlijk is dat bij iets grotere wonden, bij kleine wondjes, is dat natuurlijk niet echt indicatief. Zeker eens verder te kijken, denk ik. Maar ik moet zeggen, ik heb er zelf geen ervaring mee. Dat geef ik wel toe. Ja, want dan zou je eigenlijk bijvoorbeeld bij een diepe decubitus wel op de bodem kunnen leggen. En dan met meepitel dat je niet direct, als je het foamverband dan niet direct dat membraan zo kapot maken. Ik heb het nu zelf nog niet uitgetest. Nee, nee. Ik weet niet... Omdat... Zeker iets wat we verder kunnen bekijken is op termijn. Dus, en dat zal misschien de toekomst ook wel uitwijzen. Dus, ja. Echt bij een vakverband hebben we dat al gedaan, maar wel met picoverbanden. Dus dat je dat picoverband dat dan 7 dagen wel je vocht absorbeert. En dat is denk ik wel nog niet moeten doen, want dat helpt ook wel met heel je applicatieverhaal. Ik denk om daar een vak nog bovenop te zetten, dat je dan gewoon ja, heel veel tegelijkertijd aan het doen bent en dat je dan beter uw vak maximaliseert, gewoon zonder uw LPRF. Ik had nog 2 vragen van de digitaal luisterende. Hoe lang wordt een wonde gemiddeld behandeld met LPRF? Ik denk dat het heel variabel is. Ik denk dat het inderdaad afhangt van... Dat kan inderdaad van 2-3 therapieën gaan, maar dat kan denk ik ook zijn dat dat effectief voor verschillende maanden gaat. Dus ik denk dat de ervaring van ons allemaal, ik denk ook bij de volgende sprekers, dat zeker naar voren zal komen. Oké, en dan was er een 2e vraag. Wij botsen dikwijls tegen maceratie onder het Mepitel 1. Kan Mepilex schuimverbanden een alternatief zijn? Dat is wat ik zei. Ja, je kunt Mepilex, maar eigenlijk eerlijk gezegd eerder voor de minder exuderende wonden. Omdat je, als je Mepilex schuimt, die kunnen wel een deel wondvocht opnemen. Maar anderzijds, dan moet je ook zien dat je ze ook lang genoeg ter plaatse gaat laten. En een schuimverband tot 7, als je een sterk exuderende wonden hebt, een schuimverband, dan ga je dan zeker en vast niet zo lang ter plaatse laten. Je gaat dat moeten rapper gaan verwijderen, waarbij je ook weer risico hebt dat je membranen meer gaat manipuleren. Dus als je echt maceratie hebt, dan denk ik dat het echt wel belangrijk is om goed te gaan beschermen en echt je exuderend verband zo goed mogelijk op te vangen. Maar vooral door preventief die wondrandbescherming echt wel te gaan optimaliseren. En dan kan bijvoorbeeld een Cavlon Advanced in die extreme gevallen wel eerder nog gaan helpen, denk ik. Okay. Soms laten wij om die reden ook iets meer tijd tussen uw 2 LPRF-toepassingen. Dus dan na een week laat het eraf halen, laat je die wondrand weer wat... Even recupereren. En... Ja, en dan dus iets meer interval. Ja. Je interval verlengen en dan in tussentijd even met secundair verband, met een actief verband wel die waarde wondheling stimuleren, maar dat klopt, ja. Dan ook eventueel nog absorptievermogen creëren met superabsorberende verbanden. Dus op die manier ga je nog meer vocht kunnen opvangen.
Ik denk dat... Krijg ik nu wat te gebruiken als secundair verband? Op dat moment. Ja, ik denk effectief, zoals je zegt, je kunt opbouwen. Hè. Ik denk je gaat van een gewoon meeststof, van een steriel scheurlijn naar een absorberend verband, naar superabsorbers. Ook daar ga je kijken, afhankelijk van de gradatie van je woonvocht, van wat effectief nodig is. Dus ik denk ook daar, en er is momenteel al heel veel op de markt, dus ik denk dat we daar ook een stukje mee kunnen gaan spelen. Dat is de verbanden die je eigenlijk ook momenteel op de markt hebt. Maar je kunt ook daar gaan gradueren van absorptiecapaciteit van je secundaire verbanden. In heel het maceratieprobleem denk ik dat het belangrijk is om onderscheid te maken van waar komt de maceratie. Is het van origineel van de wonde zelf? Dan denk ik dat je een andere indicatie of een ander wondverband moet maken. Komt de maceratie door uw LPRF-techniek zelf, dan moet je een techniek aanpassen. Ja, als je... Of uw interval gaan verlengen, zoals dat hier al vermeld is. Maar ik denk dat je die twee dingen zeker niet door elkaar mag gaan. Spelen ook een beetje, hè? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat misschien ook nog wel in jullie verhaal naar voren komt. Dank u wel voor de heel interessante discussie en de deelname van velen aan het gesprek. Dank u wel. Als ergens exudatie minder een rol speelt, dan is het misschien wel in de arteriële ulcera. En dan lijkt het mij een goed idee om dokter Michiels naar voren te roepen. Zij is vaat- en thoraxchirurg. Na een fellowship hier bij ons in UZ Leuven werkt zij sinds 2023 nu, dok. Ja? Allee, sinds 2023 in AZ Sint Maarten in Mechelen. En zij lag mee aan de basis van de introductie van LPRF in de vaatheelkunde hier in Leuven. En aan het symposium dat we daar dan aan gekoppeld hebben met verspreiding van de gedachte in de vaatchirurgie in België. En als er hier verschillende vaatchirurgen aanwezig zijn, dan is bij velen de kiem toen gelegd. En het is Tirsa die dat helemaal op punt heeft gesteld en dat protocol dat zij toen op punt heeft gesteld en hoe dat ze dat toen georganiseerd heeft, dat doen we nu nog zo. Dus voilà. En uiteraard neemt ze die techniek mee. Daarvoor leiden we mensen op. En ik geef haar dan graag het woord om haar ervaring met ons te delen. Tirsa, aan u het woord. Dank je wel voor de mooie introductie. Slide. Dus effectief, ik vond het heel leuk dat ik op die trein mocht springen van LPRF. De korte inhoud van mijn presentatie. Voor de vaatheelkundige, het eerste stukje gaat denk ik niet zo heel veel nieuws brengen. Maar ik dacht, het is ook belangrijk als we praten over LPRF bij vasculaire wonden, dat we toch nog even kort aanhalen van oké, wat is aan vasculaire wonden? Wat moeten we daarin zeker herkennen? Dus dat ga ik heel kort toch even ook beschrijven. Daarnaast ga ik ook wat uitleg geven van hoe hebben we dat precies aangepakt om die LPRF te introduceren op de dienst. Het derde puntje is eigenlijk het werk van mijn collega dokter Dorpmans, Dries. Die heeft eigenlijk na mijn vertrek in Leuven dat een beetje verder overgenomen. En die heeft alle resultaten ook bekeken. Dus dat is volledig zijn werk. Daarvoor. En dan als laatste heeft ook gevraagd om het protocol van het WCS ook wat en daar hier en daar misschien een aanbeveling. Dus voilà, ik moet jullie natuurlijk ook niet vertellen dat chronische wonden en een zowel voor de patiëntenomgeving als voor de maatschappij. Ook als vaatchirurg zien we natuurlijk heel erg veel wonden in onze praktijk. En daarom is het toch wel ook wel om met de wondzorgtechnieken te zijn. Bij een chronische wonde, ter hoogte van het onderste lidmaat, altijd denken aan een onderliggende. Ik denk dat heel belangrijk is. Vaatproblemen die kunnen divers zijn, dat kan veneus zijn, dat is eigenlijk het grootste aandeel van de vasculaire ulcera. Uiteraard ook veel met onderliggend diabetes voet. Ik ga daar vandaag zelf. Ah ja, ja, dat is beter inderdaad. Ik ga zelf niet verder ingaan
op het diabetes voetulcus, omdat dokter Griffoy dat straks gaat doen. Dus als derde hebben we nog een lymfatisch ulcus. En dan zijn er natuurlijk een heel aantal mengvormen, de veno-arteriële ulcera of arterieel lymfatisch gemengd. Voilà. Dus een veneus ulcus. Wat zien we dan? Dus dat is een patiënt met chronische veneuze insufficiëntie. Dat kan zowel oppervlakkig of diepe veneuze insufficiëntie zijn. Dat zijn patiënten met oedemen, uitgebreide spataders, hyperpigmentatie, lipodermatose, sclerose en met verharding en verlauwing van de huid. Zones van atrofie blanche, dus echt verliedtekening, waarin dat die ulcera dan ontstaan. Die ulcera zelf zijn vaak grillig van vorm, die zijn redelijk oppervlakkig, wat onscherpe randen. Vaak is de wondbodem wel rode. Het is een teken dat er wel voldoende bloed naartoe gaat, maar dat de afvoer natuurlijk niet goed is. Gezien het onderliggend oedeem vaak ook wel exudatief en over het algemeen als minder pijnlijk ervaren door de patiënt. Die wonden bevinden zich ook heel typisch op de binnenzijde van het onderboven of van de mediale malleolus. Hoe gaan we dat verder diagnosticeren? Dan doen we een veneuze duplex om te kijken waar dat het niveau van de insufficiëntie zich bevindt. Dat is een makkelijk, weinig invasief onderzoek dat gewoon op raadpleging kan gebeuren. We gaan uiteraard ook die veneuze insufficiëntie behandelen in het geval van oppervlakkig veneuze insufficiëntie, dus een insufficiëntie van de VSM, VSA of VSP, gaan we kiezen voor een endoveneuze ablatie, dus een RFA of een laserbehandeling. Een klassieke colectomie en stripping kan natuurlijk ook, en daarnaast kunnen zijtakken nog behandeld worden door een varicectomie of eventueel met foam sclerotherapie, waarbij dat er een sclerosans wordt ingespoten in de linkeuze aders. Daarnaast, zowel bij een invasief als een conservatief beleid bij spataders of bij chronische veneuze insufficiëntie liever, gaan we sowieso altijd compressietherapie toepassen of in de vorm van steunkuisen of in de vorm van windeltherapie. Daarnaast is er ook een plaats voor venotronica type Daflon en uiteraard ook de wondzorg. Dan een arteriële wonde. Dat is een wonde die ontstaat bij onze typische vaatpopulatie. En dat zijn de patiënten met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel die lijden aan atherosclerose, wat een systeemziekte is. Dus die risicofactoren roken, arteriële hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes, obesitas. Dat zijn de typische risicofactoren bij deze patiënten. Wat zien we? We zien benen die wat bleker zijn, de voeten wat frisser zijn, er groeien geen haren meer, de nagels zijn dystroof, er is een verminderde capillaire refill of een vertraagde capillaire refill. En de pulsaties die zijn ontzettend afwezig. De wonden zelf zijn wat scherper afgelijnd. Die kunnen ook wat dieper zijn en die kunnen echt tot in de subcutis of tot op de pezen reiken, of zelfs tot op het bot. Vaak zijn die wonden ook heel erg pijnlijk, wat dat ook natuurlijk typisch is bij chemie. De wonden bevinden zich op het onderbeen of op de voet zelf. Het scheenbeen kan ook op de kuit zien we die eigenlijk. Wat gaan we dan doen bij een patiënt bij wie dat we vermoeden dat er een arterieel probleem onderliggend is? We gaan enkel armindexen bepalen. Als die verlaagd zijn, dan is dat toch wel sterk suggestief dat die wonde een arteriële origine heeft. We kunnen teendrukken meten, transcutane zuurstofspanning kunnen we meten. En dan echt om de atherosclerotische letsels in kaart te brengen, gaan we verdere beeldvorming doen aan de hand van een arteriële duplex of een CT of MR-regio. De behandeling van deze patiënten is natuurlijk ook de behandeling van atherosclerose, zowel medicamenteus als een heel belangrijk cardiovasculair risicofactormanagement. Daarnaast, als blijkt dat de wonde een arteriële origine heeft, is het natuurlijk belangrijk om een revascularisatie te gaan plannen. En dat kan gaan van een simpele ballondilatatie tot een uitgebreide aortobifemorale bypass. Helemaal afhankelijk van waar dat de letsels zich bevinden en hoe uitgebreid ze zijn.
Daarnaast is pijnmanagement vaak wel een moeilijkere bij arteriële patiënten, omwille van het feit dat ischemische pijn zo moeilijk onder controle te krijgen is. En daarnaast natuurlijk nog wondzorg, uiteraard ook belangrijk. Een derde type zijn de lymfatische ulcera, typisch dus bij de patiënten met lymfedeem uiteraard. Dat kan of aangeboren zijn of verworven. Bijvoorbeeld patiënten die heel frequent een erysipela doen aan hun been. Uiteindelijk gaan die dan die een chronische vorm van een lymfedeem krijgen of patiënten na een chronische behandeling. Kenmerk is meestal een vrij typisch beeld en relatief makkelijk te herkennen. Patiënten met lymfedeem. Wonden zelf zijn vaak ondiep, maar vaak uitgebreid, zowel op de voet als het wordt van het been. Diagnostiek kan ook nog bij kon bestaan uit de lymfedemoscopie of contrastmetingen. De behandeling van lymfedeem bestaat enerzijds uit compressietherapie, anderzijds uit oefentherapie en lymfedrainage. Chirurgie is nog weinig duidelijkheid over of dat effectief een bijdrage geeft in de behandeling van lymfedeem en natuurlijk ook. Dus hierbij heb ik eigenlijk in een notendop de vasculaire ulcera nog een beetje toegelicht. Dus zoals ik daar juist al zei, zijn wij in augustus 2020 gestart met LBRF op de dienst vaatheelkunde. We zijn al een beetje beginnen kijken, ook in de literatuur, van ja, wat is daar eigenlijk allemaal over te vinden. Dichter nog, dichterbij. Ja, inderdaad. Ik merk het verschil. Dus wat dat daar eigenlijk allemaal over te vinden is, uiteraard stoot je direct op de vele MKA-toepassingen. Maar als je verder zoekt, dan zie je toch ook wel dat daar wat literatuur is rondom LPRF-behandeling bij cutane ulcera. En eigenlijk lijkt het dat de meeste ervaring daarvan eigenlijk in Zuid-Amerika is. En dat is natuurlijk omdat professor Pinto een pionier in het gebruik van LPRF dat is een Chileen en die heeft dat daar, denk ik, heel erg tot een bloeiende praktijk gebracht. Dan zijn we nog specifiek gaan kijken naar de vasculaire ulcera. En eigenlijk was daar zeer, zeer, zeer weinig over te vinden in de literatuur. En als er dan iets te vinden was, was dat eigenlijk voornamelijk over veneuze wonden en diabetische voetwonden. Maar over lymfatische en arteriële ulcera hebben we niets gevonden. Dus LPRF wilden we introduceren op onze dienst. We zijn dan gestart met het opstellen van een studieprotocol, omdat we natuurlijk ook de gegevens wouden registreren en kijken voor in de toekomst van ja, zijn er bepaalde types waar dat het wel of niet zinvol is. En omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat we de gegevens bijhouden en dat we weten wat we doen. Daarnaast hebben we ook een praktische gids opgestart. En dat is eigenlijk echt puur van er komt een patiënt en hoe gaat het proces in zijn gang op de raadpleging? Hoe gaan we de wonden afdekken en dergelijke? En ik denk eigenlijk dat dat heel gelijkaardig was als het protocol dat we daar straks ook te horen hebben gekregen. De vraag was dus ook, wie gaan wij behandelen met LPRF? Het is absoluut niet de bedoeling om die slide te kunnen lezen. Ik heb het hier in het kort samengevat. Dus elke patiënt met een chronisch vasculair ulcus ter hoogte van het onderste lidmaat komt eigenlijk in aanmerking. Zeer belangrijk is één, de patiënt moet wel volledig vasculair geoptimaliseerd zijn of veneus dus behandeld geweest zijn met een RFA, een laser of indien een conservatief beleid, moet die echt adequate compressietherapie hebben gehad. Bij een arterieel ulcus moet de patiënt wel maximaal gerevasculariseerd zijn. En ten tweede hadden we al voorgenomen om de wonden voornamelijk aan te pakken die langer dan 3 maanden eigenlijk een standaard optimale therapie hebben gekregen. Je kunt natuurlijk ook, je moet daar ergens een keuze in maken, maar wij hebben toen gekozen minstens 3 maanden. En dan dat er eigenlijk na die 3 maanden een deterioratie of een stagnatie was van het aspect van de wonden. Bij die arteriële ulcera moet natuurlijk ook wel ons klinisch oordeel zijn dat het been te redden moet vallen. Anders is het natuurlijk ook sowieso weinig zinvol. En ook de afwezigheid van een uitgebreide infectie. Dat was ook een belangrijk punt.
Dus nu zijn we komen aan het deel van wat dat dokter Dorpmans eigenlijk allemaal heeft gemaakt. Hij heeft dus de resultaten van wat dat wij geobserveerd hebben bij onze patiënten, heeft hij heel mooi geanalyseerd. Hij heeft ook een systematic review geschreven, die ik straks ook even ga bespreken. En hij heeft ook met deze presentatie al een paar keer een presentatie gegeven en daar ook enkele prijzen mee gewonnen. Dus het gaat over de patiëntenpopulatie die tussen augustus 2020 en december 2021 behandeld is geweest op de dienst. De inclusiecriteria heb ik daar juist ook al beschreven. En wat was het doel om na te kijken? Ja, hoe doeltreffend is LPRF? Welke wonden, hoeveel wonden gaan er eigenlijk volledig genezen en hoe lang duurt dat? Daarnaast, over de veiligheid, zijn er bepaalde zaken waar we ons zorgen over moeten maken. En ook, hoe verandert de wondgrootte over de tijd? Als de wond bijvoorbeeld niet volledig geneest, wordt die dan wel kleiner? En daarnaast hebben we ook gekeken naar de pijnscores bij de patiënten. In totaal zijn er in die periode 19 patiënten geïncludeerd. Het grootste deel van die patiënten had een arterieel ulcus, gevolgd door een gemengd origine van vasculair ulcus. En dan de veneuze, 16%, en dan nog een aantal lymfatische ulcera. Dus genezing wordt eigenlijk gedefinieerd als 100% verbetering. En bij 10 van die patiënten hebben we dus een volledige genezing bekomen. Het is waarschijnlijk een vraag bij velen en het is een beetje jammer, maar het is niet helemaal gespecificeerd bij welke patiënten welke type van ulcus dat precies was. Maar een gemiddeld aantal sessies, zes sessies waren gemiddeld nodig om eigenlijk een volledige genezing te bekomen bij de patiënten. En aan de rechterkant zie je ook een grafiek waarbij dat Dries eigenlijk heeft uitgezet hoe dat de wonden toch wel verkleinden met de tijd. Ook de wonden die eigenlijk niet volledig genezen waren op het einde van de LPRF-behandeling. Daarnaast zijn er ook geen adverse events gezien bij deze groep. Dus bij 9 is de therapie beëindigd. De redenen daarvan die zijn daar opgesomd. En als we dan ook kijken naar de pijnscores, 9 van die 19 patiënten gaven een mate van pijn aan bij de start van de behandeling. 7 daarvan waren volledig pijnvrij. 1 had minder pijn en 1 had een toename van de pijn. Dan is er ook nog een systematic review gebeurd. En heeft Dries gekeken in de literatuur, wat is er allemaal te vinden? En kunnen wij onze eigen populatie vergelijken met de populatie in de literatuur? De endpoints die hij bekeken heeft, die zijn ook dezelfde als diegene voor onze cohort. Uiteindelijk bleven er 6 studies over die hij heeft meegenomen in zijn systematic review, waarvan 3 RCT's en 3 cohortstudies. De bereiding van de LPRF-membranen is hier en daar een beetje anders, of de centrifuge-kenmerken zijn een beetje anders. Ook de duur van de wonden, of hoe lang de wonden al aanwezig moest zijn, verschilt ook wel tussen 2 maanden en 6 maanden. Het werd wel ook wekelijks toegepast in alle andere studies. De follow-up wisselde. En dan hebben we wel ook specifiek natuurlijk gekeken van ja, hoeveel veneuze ulcera waren daar in die groep. En die hebben we er dan eigenlijk uitgehaald, omdat we natuurlijk voornamelijk in de resultaten daarvan geïnteresseerd waren. In totaal, in die 6 studies, waren er dus 76 veneuze ulcera. En als we dan eigenlijk kijken naar hoeveel dat er genezen zijn, was dat 40% na een maand. Na 6 weken 52%. En op het einde van de follow-up was 75% van de groep van de veneuze ulcera genezen, met een gemiddelde van 6 à 7 weken ook.
Als we dan kijken naar de ulcera die niet volledig genezen waren, dan zie je toch dat de meerderheid van de wonden toch een heel stuk kleiner waren. Dus als we onze eigen populatie naast de populatie van de systematic review zetten, we hebben natuurlijk een veel kleinere populatie, 19 patiënten ten opzichte van 76. En de complete healing rate was een heel stuk hoger bij de systematic review, 75% ten opzichte van 53%, net zoals de reductie in wondoppervlakte bij de niet volledig genezen wonden. Nu, ik denk dat het belangrijk is, een belangrijke reden daarvoor is dat wij al onze vasculaire ulcera daarbij hadden gestoken, dus ook de arteriële en de lymfatische, en dat het niet enkel ging om de veneuze ulcera. Dus ik denk dat dat ook wel de conclusie is, algemene conclusie van LPRF, maar voornamelijk ook voor die vasculaire ulcera, dat het ook wel lijkt dat het grootste benefit zit in die veneuze ulcera. Maar ja, uiteraard, we hebben niet heel veel arteriële ulcera in deze populatie zitten. En die patiëntenpopulatie van arteriële ulcera is zo heterogeen, denk ik dat ook wel heel moeilijk is om nu alle conclusies daaruit te trekken. En denk ik dat zeker ook wel de moeite waard is om dat in de toekomst verder te gaan uitspitten, om te kijken welke patiënten dat daar effectief nog ook hun benefit voor hebben. De klinische beelden. Ik heb drie van onze succesverhalen erin gezet. Dit was een dame die al een half jaar een veneus ulcus had ter hoogte van haar onderbeen. En die hebben we mooi dichtgekregen met 6 sessies LPRF. Dit was een 80-jarige dame en die had al een hele tijd een gemengd veno-arterieel ulcus. En dat is na 5 sessies dichtgegaan. En deze man, dat was een oudere man. Ik herinner me dat hij helemaal van turnout kwam. En die had al jaren een ulcus. En uiteindelijk hebben we daar 15 keer LPRF bij toegepast. En die wonde was toch een heel stuk verkleind. Nu, het werd logistiek een beetje moeilijk voor die man om elke week naar Leuven te komen. Maar ik denk dat we daar toch ook wel al een heel mooi resultaat mee bereikt hadden. Voilà, we zijn tot het einde van de presentatie gekomen. Het protocol dat we daar straks gezien hebben, ik denk dat dat vanuit de kans, hoe dat wij dat toen hebben opgesteld, dat eigenlijk heel gelijkaardig was en dat er eigenlijk geen grote verschillen aan of opmerkingen bij zijn. Ik denk inderdaad wel, dus bij onbehandeld ernstig perifere arteriële vaatlijden, dat die ernstig kan weggelaten worden en dat eigenlijk gewoon onbehandeld perifere vaatlijden to court een contra-indicatie is. Iemand moet maximaal gerevasculariseerd zijn en dat dat echt noodzakelijk is. Dat wel een belangrijk punt is. Bij de algemene aandachtspunten wou ik wel nog eens aangeven, ook eens een keer horen of er andere ervaringen zijn, maar bij onze arteriële, zeker arteriële patiënten, die nemen allemaal iets van antistolling. We merkten wel dat de patiënten die onder een DOAC stonden of onder Marcumar, dat 12 minuten centrifugetijd eigenlijk onvoldoende was, dat er eigenlijk nog geen stevige klonter was gevormd. En bij hen hadden we dan gekeken van ja, na hoeveel tijd was dat wel het geval, en dat ons gevoel was dat ongeveer dus het dubbele van de tijd was, 24 minuten. De patiënten onder azaflow, clopidogrel of Xarelto 2,5, bij hen leek 12 minuten wel voldoende te zijn om een goede klonter te fabriceren. De aandachtspunten waren ook volledig hoe dat wij dat eigenlijk de wonden benaderden. Wat dat ook wel altijd een beetje een vraag was, ja, de grootte van de wonden. Chris had daar juist ook gezegd van 36 vierkante centimeter. We hadden zo 2,5 à 3 vierkante centimeter per membraan. Dus dat zijn dan, als je dan 8 tubes hebt, ja, een dikke 20. Het zal inderdaad ook een beetje van afhangen hoe groot dat de klonters zijn. Nu ja, dus al 8 membranen fabriceren.
Dat is al wat. Patiënten hadden soms het gevoel van oei, ik word hier helemaal leeggetapt. Om dan nog eens een keer de centrifuge te laten lopen. Maar ja, dan zijn we ook wel bezig met een heel tijdsrovend proces. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje naar gekeken moet worden. Van ja, hoe groot zijn de wondes en wat houden we daar een beetje als limiet aan? Dus dat is misschien een beetje een sidemark. En voilà, qua nazorg, effectief. Hè. Dus het onderliggende probleem mag zeker ook niet vergeten worden. En dat is minstens zo belangrijk bij de veneuze ulcera. Compressietherapie, hoogstand, ja, dat blijft gewoon een belangrijk gegeven. En ook hè, de goede informatie naar de thuisverpleging. Niet iedereen is gekend met dat principe. Dus wij schreven altijd heel mooi. We hadden standaardformulieren eigenlijk, die we dan ook meegaven met de patiënt voor de thuisverpleegkundige, zodat die ook wisten van, oké, wat is dat, wat kan ik verwachten? En wat kan ik doen in geval van problemen. Dus ik denk dat dat inderdaad ook heel belangrijk is om dat ook zeker te benadrukken. Voilà, bedankt voor jullie aandacht. Dank u wel voor deze hele mooie uiteenzetting. En ik kan u geruststellen, wij hadden niet alleen die uitleg, wij hebben die uitleg nog steeds. Hè? En wij maken daar nog altijd gebruik van. Zijn er vragen uit de zaal? Ja. Hoe lang duurt één sessie en wat is de kostprijs voor de patiënt? Hoe lang één sessie duurt, dat is heel wisselend. Ook een beetje afhankelijk van... Komt de patiënt... ik herinner mij, ik zal gewoon... Dus de patiënt komt binnen in een rolstoel, heel weinig mobiel, met windels aan, die moet gaan liggen. Dus... Soms kan een sessie wel heel tijdsrovend zijn. Zeker stel dat de patiënt Marco maar neemt. Hij moet alleen al 24 minuten centrifugeren. Dus dat is wel een hele tijd. Dus soms is een patiënt drie kwartier binnen. Dus dat is zeker ook wel iets wat dan meegenomen moet worden in personeel, logistiek, hè, het inplannen van de patiënten. Dus dat is heel wisselend. Een patiënt die heel vlot op de tafel gaat, hup, wonden ligt open, reinigt, de centrifuge gaat, 12 minuten, hup, membraan erop. Dat kan dan ook veel sneller gaan, maar dat kan heel wisselend zijn in tijd. Dus ik denk dat dat inderdaad voor de planning dat dat heel belangrijk is om dat mee in de gaten te houden. De kostprijs? Wel, ik moet eerlijk zeggen dat als assistent-resident had ik niet zo'n financiële... ik weet zelf niet zo heel goed hoe dat precies werd aangerekend, een complexe wondzorg. Ik ga een beetje naar u kijken, prof, want ik heb daar zelf niet zo'n heel goed idee van. Ja, in elk geval kan ik u geruststellen dat je daar absoluut niet rijk van wordt. Je wordt daar eigenlijk heel arm van als je... Als je telt de personeelskosten enzovoort, kraakt je daar niet aan uit. Wat dat we daarvoor aanrekenen is een uitgebreid wondhybridement en dan ergens een klein materiaal voor fikken. En dan stopt het zo ongeveer. En het is zoals de collega zegt, de type van patiënten. En we doen het bijna altijd bij ambulante patiënten. Ja, we nemen bijna geen patiënt niet meer op. Dus dat verstoort ook heel erg de flow van uw raadpleging. Je neemt daar 2 of 3 tijdsloten voor. Je mag het niet opnoemen, want dan word je er triestig van. Nochtans kun je er ook heel vrolijk van worden. Want hier is terecht heel erg benadrukt dat als er een vaatprobleem is, dat dat vaatprobleem eerst moet opgelost worden. Maar dat is een deel van de waarheid. Het moet opgelost worden in de mate dat het oplosbaar is. Maar dat betekent niet dat als je een patiënt hebt met ernstige arteriële insufficiëntie, waar dat je geen revascularisatiemogelijkheden hebt, dat je daar dan geen hulp zou kunnen verwachten van LPRF. We bedoelen daar eigenlijk mee dat als je bloed kunt brengen naar de wonden, dan is er niet zo goedkoop als dat bloed dat je naar de wonden brengt. En niet zo snel werkend als dat bloed. Maar als het niet lukt om bloed naar de wonden te brengen, en die patiënten zijn bij ons waren die allemaal al minstens 3 maanden in klassieke wondzorg, dan zie je met die LPRF soms in echt wonderen. Op 2 vlakken. Enerzijds, zoals Tirsa ook al aangaf, op vlak van de pijn. Dus die mensen hebben die chemische rustpijn en pijnlijke wonden. En na 1-2 keer hebben die
geen pijn niet meer. Ja, daarvoor alleen al zou het je doen. En dan zie je toch dat we daar wondjes bij gehad hebben, allee, en nog hebben, die al ik weet niet hoe lang bestaan, en stilletjes gaan die toe. En dus ook, al is het niet, allee, al was er geen mogelijkheid om bloed te brengen. Dus dat is een beetje genuanceerd. Zijn er nog vragen of uit het expertenpanel? Ik zag hier zo interessante, enthousiaste reacties. Ik dacht, nu gaat er iets komen. Niets. En uit... Misschien mag ik er iets aan toevoegen. Recentelijk hebben we gekeken hoe lang dergelijke membranen bruikbaar blijven. En ook hoe lang dat ze eventueel nog de groeifactoren enzovoort afgeven. Ik weet dat in de literatuur staat dat je maximaal of de membranen moet gebruiken binnen de 3 uren. We hebben nu gezien dat je ze eigenlijk 28 dagen kunt gebruiken. Met andere woorden, het zou een optie kunnen wezen, maar het moet wetenschappelijk nog steviger onderbouwd worden, maar om je patiënt de dag voordien zijn bloed of haar bloed te laten geven, de membranen te laten vervaardigen, en dan volstaat het om die gecomprimeerde klonters, de membranen dus, te bewaren in een tube waar je ook een beetje exsudaat aan toevoegt. En dan zou je dat zonder enig probleem de dag nadien, zonder te veel stress en alles er rond, en daarbij kunnen appliceren bij de patiënt. En dat zou natuurlijk een geweldige verbetering kunnen wezen. Wij hebben zeker gezien dat na 1 week er nog altijd groeifactoren worden vrijgezet en dat er nog altijd leukocyten vitaal zijn. Natuurlijk een stuk minder. Maar binnen de dag zou dat in principe geen probleem mogen zijn. Maar ik zeg het, dat is 1 publicatie van ons en daar houden we het bij op. Maar dat zou een optie kunnen wezen, denk ik, om het hele proces een beetje te vereenvoudigen. Ja, dat inderdaad heel interessant lijkt voor patiënten met kleine wondjes, bij wie dat je dan 8 tubes hebt, die je dan kan verdelen over 3 weken. Maar natuurlijk, als dat een wond is waarbij dat er 8 membranen per keer... En dat gebeurt ambulant, om de patiënt aan de dag op voorhand te laten komen, dan is dat natuurlijk een beetje... Ja, maar die, patiënt. Maar die zou niet bij op de consultatie moeten komen, maar ergens bij een verplegende persoon die bloed kan afnemen en het kan laten klaarmaken. En tweede, als je meer membranen nodig hebt, en zelfs wij in de tandheelkunde hebben daar soms nood aan, wij hebben eigenlijk 2 centrifuges staan. En dan kun je 1 bloedafname doen, 16 achter elkaar... En als je zegt, je moet daar niet of je mag daar dan ongerust over worden. Ik zelf geef soms 24 tubes als ik een workshop geef en blijf ik nog babbelen. Dus. Maar ja, ik heb wel veel reserve, dat moet ik wel toegeven. Je hebt meestal de patiënten die ongerust zijn. Ja. Ik denk dat dat een zeer interessante gedachte is. Maar toen ik het hoorde... dacht ik onmiddellijk aan de administratieve rompslomp die daaruit voortvloeit. Want bij mijn weten zijn tijden een beetje geëvolueerd en mocht je dus geen patiëntenweefsel niet meer in je frigo zetten. Dus dat zou dan denk ik al naar de biobank moeten. En ja, ik weet het niet hoe logistiek gemakkelijk dat het dan wordt. Ja, ik denk officieel zal het niet mogen, maar... Het voorstel zou zijn om die tuben aan de patiënt mee te geven. En het moet bewaard worden, want dat vragen ze hier op 4 graden gewoon in de ijskast. Oké, dankjewel. Nog aanvullingen? Ja. Ik had misschien gewoon nog een praktische vraag. Dus even terug naar uw vasculaire wondes. Want je zei inderdaad dat je de klassen niet apart bekeken had, maar van de lymfatische wonden... Want dat is nu 1 casus die ik me echt herinner van in de beginperiode dat we deden. Dus dat was een patiënt ook met veel oedeem en die deed lymfedrainage en al die dingen. En dat is eigenlijk denk ik letterlijk de allerenigste keer dat ik de wonden even snel heb zien achteruitgaan als dat je ze ziet soms vooruitgaan met LPRF. En dan dachten we effectief, ja, dat was dan waarschijnlijk puur omdat hij zijn lymfedrainage niet kon doen, die 7 dagen dat dat dicht zat, verband er rond zat... En ja, dat was dan blijkbaar wat op dat moment dat been het meeste nood aan had. Dus ik vroeg mij gewoon af, praktisch, of dat jullie daar ook wat in de knoei raakten soms, of oplossingen daarvoor. Dat is sowieso maar een klein deel van het aantal patiënten. Ja. En kan jij die patiënt herinneren? Nee.
die patiënt niet herinneren. Ah, nee, maar dat is een dermatopatiënt. Dus dat is niet uit jullie cohort of zo, maar ik zeg het gewoon de situatie van lymfe. Wat daar op dat moment niet op. Ja, dus zo is. Zo hebben wij, voor mij was dat inderdaad een indicatie dat je ook heel goed moet letten op wat kunde voor de rest. Heeft de wonde ook nood aan zijn zorg? En bleek op dat moment eigenlijk de factor edeem nog belangrijker blijkbaar voor die wonde dan dat we er LPRF op konden doen. Maar gewoon in het algemeen vroeg ik mij af, want ja, ik neem aan dat dat bij die lymfatische wonden... Het was wel in de tijd dat ze zelfs zo nog pneumatische botten en al die dingen deden. En dat kon toen niet voor die patiënt in die week. Want in principe, ook patiënten met lymfedeem en wondes die bijvoorbeeld in Pellenberg worden behandeld, ja, het feit, die hebben wel wondes, maar voor de rest gaat hun therapie wel door. Dus ik zie geen contra-indicatie dat die hun standaardtherapie niet zou mogen krijgen als daar LPRF wordt toegepast. Het is ook niet dat er op de wonden in andere settings wel gemasseerd zou worden, zal ik maar zeggen. Dus daar zie ik eigenlijk geen contra-indicatie voor of een ander beleid van de rest van de aanpak van lymfedeem. Lymfedeem wordt er de laatste tijd veel meer aandacht besteed aan compressietherapie dan dat er lymfedrainage wordt toegepast. Dus met een goede compressietherapie is wel mogelijk. En het feit dat we ons die massacres niet herinneren, wil zeggen dat die patiënten het wel behoorlijk goed gedaan hebben. Maar exact weten we. Oké, dankjewel. Maar dat is dan een incentive om die patiënten terug mee te nemen. Goed. Ik heb nog een opmerking gekregen van een van de mensen digitaal. Zeggende dat zelf al gemerkt dat de membranen beter zijn als de patiënt 's morgens DOAC nog niet genomen heeft. 'S morgens voor de morgen voorafgaande aan de LPRF-vervaardiging. De tijd korter is. De membranen, zegt hij, beter zijn. Ik denk het vervaardigen, hè, dat je beter, de kwaliteit beter gaat zijn. Gedacht om mee te nemen. Betekenisvol zijn. Goed, dan stel ik voor dat we het woord geven aan dokter Bonny. Hij is opgeleid op de dienst van professor Lambert in UZ Gent en is sinds 2012 werkzaam als dermatoloog in AZ Groeningen en dermatologie Handelskaai in Kortrijk. Hij heeft specifieke interesse in dermato-oncologie, dermatochirurgie, nagelpathologie en wondzorg. En zo kwam hij enkele jaren geleden in aanraking met LPRF en introduceerde de techniek in AZ Groningen. Samen met collega's Suys en een team van gemotiveerde wondverpleegkundigen deed hij de afgelopen jaren ervaring op met LPRF en die deelt hij nu graag met ons. Dank u wel. Dank je wel. Het is ondertussen al enige jaren geleden dat ik in contact kwam met de techniek van LPRF. En eigenlijk was dat door een patiënt zelf die deze techniek ter sprake bracht in de consultatie. Als een patiënt die regelmatig op reis ging naar Italië en ergens in een plaatselijk ziekenhuis kennis genomen had van die techniek. We spreken hier over 2015. Die techniek was ook al eens ter oren gekomen bij ons op de dienst, maar wij hadden toen geen weet dat die actief toegepast werd in België in de wondzorg. En dat is al een beetje verwaterd geraakt, maar het helpt natuurlijk altijd als er dingen in de media komen om terug de aandacht op bepaalde zaken te vestigen, zoals dit eens op het VRT-nieuws gekomen is. En het helpt zeker als er een keer een bekende kop opgeplakt kan worden om de zaken meer onder de aandacht te brengen. Gaandeweg zijn er dan inderdaad al enkele guidelines opgesteld geweest. En ja, dit landmark paper is al een paar keer aangehaald vandaag. En ik ben dan ook natuurlijk vrij vreugdevol, bijna zelfs, dat er een groep van wondzorgexperten aan de slag gegaan is om daar echt eens werk van te maken om een gestandardiseerde aanpak voor LPRF in de wondzorg op te stellen. Het is de bedoeling dat ik vandaag een beetje onze jaren praktische ervaring met jullie ga delen.
Ik ga heel weinig theorie en wetenschap aanhalen, maar het is voornamelijk een rondje wondjes kijken om te zien wat er eigenlijk mogelijk is in de praktijk. En dit is een van onze allereerste patiënten die wij begin 2019 behandeld hebben met een, ik moet altijd eventjes pieken op mijn blaadje, een veneus ulcus bij een dame met een voorgeschiedenis van een borstcarcinoom. Die niet goed evolueerde, vrij fibrineus bleef. Ook regelmatig problemen gaf van maceratie en pseudomonas-kolonisatie. Misschien zelfs plaatselijke milde infectie. En daar hebben wij dan uiteindelijk een tweetal sessies LPRF op toegepast. En je ziet eigenlijk in het begin, toen we dat toepassen, hadden we ook natuurlijk die leercurve die we moesten doormaken. En het probleem van maceratie is hier al terecht aangehaald, waarbij dat je op de foto rechtsonder kan zien dat we door onze membranen duidelijk een erosieve maceratie uitlokten. Maar dit heeft eigenlijk niet de wondheling in de weg gestaan. Door inderdaad dan tussenin wat meer uitdrogende behandelingen te gaan toepassen, is die wonde dan uiteindelijk toch wel geheeld geraakt. Onze tweede patiënte is een patiënte met een drukulcus op een zeer vervelende plaats. Een plaats die eigenlijk bijna continu beweegt, waardoor dat we weten dat de wondheling heel traag of bijna niet kan in gang schieten. Ook hier hebben we dus een paar sessies LPRF toegepast. Uiteindelijk hebben we bij deze patiënten 3 sessies LPRF toegepast. Het is een beetje praktisch hoe het ook al besproken is bij de eerste spreker. Dus het platdrukken van de membraan, ze aanbrengen onder de Mepitel-film. En dan natuurlijk, volgens mij de belangrijkste zin in heel het wondzorgprotocol dat uitgeschreven is, de oorzakelijke toestanden van de wonden moeten aangepakt worden. Want zo niet zal LPRF inderdaad niet de golden bullet zijn die tot genezing zal leiden. En bij deze patiënten was dat niet alleen een gedegen compressietherapie, maar ook een tijdelijke immobilisatie met zo'n walkerboot. Waarbij dan toch uiteindelijk stelselmatig die Achillespees bedekt geraakt is en de wonde zich uiteindelijk over een tijd van enkele maanden toch gesloten heeft, zoals dat je hier kan zien. Maar dan uiteindelijk ook, alles zit mooi vast aan elkaar, niets schuift meer over de wonde heen en alles is mooi gesloten. Een derde patiënte is een patiënte die verwezen werd door een bevriend centrum met een chronisch veneus ulcus met een hypodermitis. En deze atone fibrineuze wonde, die we met LPRF ook behandeld hebben. En uiteraard een gedegen compressietherapie hebben toegepast. Maar zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, is het verkopen van compressietherapie een van de moeilijkste zaken van een wondzorgraadpleging. En heb mensen die dan uiteindelijk de compressie achterwege laten of het niet graag doen en er uiteindelijk allemaal beu zijn en dan zie je die wonden gewoon weer achteruit gaan. En dus weer dezelfde belangrijke zin, als de instandhoudende factoren of de oorzakelijke factoren niet goed mee behandeld worden, dan kan LPRF in mijn idee ook niet altijd succesvol zijn. En zoals je bij haar ziet, je ziet ook gewoon duidelijk dat het been veel meer edemateus is, dat er daar veel meer spanning weer op zit. Zij doet gewoon haar compressie niet goed. En een bijna gesloten wonde is weer eigenlijk een halve ramp geworden. Dit is een van de weinige patiënten waarbij we ooit de liquid LPRF gebruikt hebben. Want je ziet daar de witte tubus in het rekje zitten, waarbij we dan rondom deze chirurgische wonde, een dehiscentie en een chirurgische wonde, eenmalig een LPRF-membraan en wat rondom ingeprikt hebben. En met één enkele toediening is het uiteindelijk dan gesloten geweest, terwijl dat er daar vooraf eigenlijk veel aan geprobeerd was en dat wondje toch niet wou sluiten. Dit is de patiënt die ons de techniek heeft geleerd met een 25, 30-jarige historie van een chronisch veneus ulcus. En ondanks dat we hier echt alles uit de kast gehaald hebben, goed gecomprimeerd hebben, die patiënt is ongelooflijk therapietrouw. Ik denk dat er niemand is die zo therapietrouw is als die patiënt. Maar desondanks
zijn er toch nog altijd wonden die we niet kunnen helemaal sluiten. Dat is wat verbeterd, maar dat is nooit echt helemaal gesloten geraakt, zoals dat je kan zien van waar dat die komt. Maar hier is voornamelijk gewoon het eindstadium van een veneus insufficiëntie, waarbij het te lang geduurd heeft vooraleer er iets kunnen gedaan geworden is. De volgende patiënt is ook iemand die ons gestuurd werd met een posttraumatisch ulcus. En je zou eigenlijk zeggen, waarom wil dit ulcus niet sluiten? Dat ziet er toch heel goed uit, dat ziet er mooi vitaal uit, dat ziet er mooi granulerend uit, dat is niet vuil, dat is niet besmet. Maar je kunt je niet voorstellen wat er daar allemaal op gebeurd is. Daar is op gevakt geweest, daar is op geënt geweest en dat ging niet vooruit. En uiteindelijk hebben we daar 4 toepassingen van LPRF bij gedaan. En we hebben die wonden eigenlijk toch vrij goed kunnen sluiten. En dit was een van de eerste keren waarbij ik eigenlijk dan achteraf toch gedacht heb van dat is iets wat we nu toch moeten bijleren, is dat niet altijd die membranen die mooi vasthangen moeten verwijderd worden. En dat is iets dat in het begin een beetje contra-intuïtief was voor ons. Wij willen elke wonde zo mooi als het kan reinigen en zuiver maken. Maar dit is iets dat wij ook hebben moeten leren gaandeweg met het procedé van LPRF. En zeer goed dat dat ook in het protocol is opgenomen. De volgende patiënte is een 92-jarige dame met een drukulcus op de laterale malleolus. Ik denk dat dat 2 zaken zijn waarbij dan we gillend de kamer uitlopen als we zo'n patiënt krijgen. Een oude patiënte met een drukulcus op de laterale malleolus, dat krijgen we zelden helemaal goed. Maar bij deze patiënten hebben we een tweetal sessies LPRF toegepast met toch eigenlijk een buitengewoon goed resultaat. Het hoeft niet altijd in een chronische setting te zijn. Dit is een dame waarbij op dezelfde plaats, ook net op die laterale malleolus, een goedaardig huidtumor stond. Een giant vascular acrine spiradenoma, voor wie het wil weten. Niet speciaals, een goedaardige tumor verwijderd. Maar omdat we wel wisten dat dat een plaats is die heel slecht anders zou genezen, we konden die ook niet gaan sluiten, hebben we eigenlijk vandaag 1 post-op LPRF toegepast. En daar zijn uiteindelijk 3 toepassingen geweest. En dat heeft zo goed gewerkt dat het beginnen is overgranuleren. We hebben de boel een beetje moeten afkoelen om het dan uiteindelijk toch helemaal te kunnen gaan sluiten. Een indicatie waarin we het regelmatig gebruiken is scalpdefecten. De ouder wordende populatie met heel veel zonneschade en huidtumoren op de scalp. We zijn een beetje afgestapt van daar grote flappen op te doen bij oudere patiënten. We doen het liever toch allemaal wat meer low profile, laat ons zeggen, zodat alles onder een lokale anesthesie kan gebeuren. En dit was een patiënt met een basaalcelcarcinoom op de scalp met in een acute postopfase gebruik van LPRF. De ervaring leert dat bijzonder snel kan gaan, die scalpwonden, als je daar LPRF gaat op toepassen. Ook iets dat we een beetje geleerd hadden in een vorig symposium van collega Spai, die dat ook blijkbaar heel vaak gebruikt in deze indicatie. Dus inderdaad, een oncologisch ulcus is wel een contra-indicatie, maar niet als alle tumorale weefsel verwijderd is, zoals ook al door de eerste spreker aangehaald. Hè. De volgende casus is een patiënt met weer een veneus ulcus. Weer een beetje hetzelfde verhaal. Waarom wil dat niet toegaan? Dat ziet er toch allemaal heel gemakkelijk uit. Maar alle wondsoorten spijt hebben we daar dan ook weer LPRF op toegepast met een mooi resultaat. Ook hier hebben de membranen eventjes kunnen ter plaatse laten. Dus u zal misschien wel merken, ik heb niet mijn gemakkelijkste patiënten meegebracht. Ik denk dat deze dan ook meest illustratief zijn en meest overtuigingskracht kunnen bijbrengen. Het is niet op elk wondje dat binnenkomt dat wij LPRF toepassen. We gaan daar wel heel bedachtzaam mee om. Dit is een ook al wat oudere patiënt met een arterieel probleem met een posttraumatisch ulcus op zijn scheenbeen. Ik denk dat dat ook alweer 2 zaken zijn waar dat we anders toch wel een beetje achter de oren krabben. Arterieel, posttraumatisch ulcus op een scheenbeen. Dat gaan we hier niet meer toekrijgen. Maar uiteindelijk ook daar is
over een paar weken tijd het ulcus toch geheeld. En bij die patiënt hebben we, voor wie het wil weten, een vijftal applicaties moeten doen. De volgende patiënte is een dame die een parese heeft overgehouden aan een rugoperatie, waardoor dat ze altijd maar sleepte met haar voet en kreeg dus eigenlijk dus een drukulcus aan de onderkant van de grote teen. Zoals je weet is dat vaak het topje van de ijsberg en moet je dat allemaal eerst allemaal mooi blootleggen vooraleer dat je dan eigenlijk weer de opbouw kunt doen. En ook dit is met de nodige drukontlasting uiteraard toch mooi geheeld. De volgende patiënt is iemand na een orthopedische chirurgie waarbij de wondnaad is opengegaan. Daar is van allerlei voorbehandeling aan gebeurd. Daar is op gevacht, daar is aan gedebrideerd. We hebben ons eigenlijk bij die patiënt, we zijn daarbij gestart met LPRF, maar we hebben ons ook weer laten verleiden om die wonden dan uiteindelijk te gaan sluiten. En zelfs met een postoperatieve vak en een immobilisatie is dat toch weer open gegaan. En zijn we dan toch weer de LPRF-tour opgegaan met uiteindelijk toch volledige sluiting van dit ulcus. Dus alle andere technische akten ten spijt. Ook deze patiënte is een orthopedische patiënte die ons gestuurd werd na een orthopedische chirurgie met orthesemateriaal voor een enkelfractuur. Bijkomend probleem was dat deze patiënt ook arterieel niet tiptop in orde was. Een spoelvak had het allemaal wel een beetje gekregen zoals links op scherm zichtbaar. Maar we zijn dan met uiteindelijk 7 sessies LPRF aan de slag gegaan. Met uiteindelijk toch ook weer volledige sluiting. Deze dame had helaas tijdens haar genezingsproces van haar wonden door haar immobilisatie een tweede ulcus ontwikkeld, een drukulcus ontwikkeld. Dat is dezelfde patiënt als de vorige casus. En ook daar zijn we aan de slag gegaan met LPRF. Met uiteraard ook weer aanpak van de oorzakelijke factoren met een goed resultaat. Deze patiënt werd ons begin van dit jaar verwezen. Een patiënt met een heel uitgebreide voorgeschiedenis, een roker met een fempop-PTA, met een debridement, met een vak, met reeds drukontlasting vooraf. Allemaal een beetje het gevolg van een polytrauma dat hij gehad heeft vele jaren geleden. Met dan toenemend arteriële problematiek en uiteindelijk dit drukulcus net boven zijn hiel. En we zijn daar uiteindelijk ook met LPRF aan de slag gegaan met vermijden van wrijving van schoenen. Dus die mens draagt al de hele tijd geen gesloten schoenen meer. En het is pas nu recent dat hij weer in gesloten schoenen kan gaan werken opnieuw. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de genezing. Na 9 sessies LPRF. En ik zou in een Olympisch jaar graag willen afsluiten met onze kampioen eigenlijk. Dit is ook een patiënt. Er is met een huidulcus ten gevolge van een spinocellulair carcinoom op de scalp, maar een heel uitgebreid en agressief spinocellulair carcinoom. En met een onderliggende hematologische problematiek. Ja, ik laat een beetje in het midden of je een polycythemia vira eigenlijk een oncologische hematologische problematiek vindt of niet, maar het is wel een onderliggend hematologisch lijden waarbij we dan gaandeweg dit ulcus toch ook weer hebben kunnen sluiten. En je hoeft wat mij betreft niet altijd alles te willen bedekken in 1 sessie. Als je hier van aan de randen kan starten, kan je het centrum eigenlijk gewoon zijn gang laten gaan totdat je het verkleint en je moet niet alles direct willen gaan opvullen. Om misschien nog iets een woordje meer te zeggen over de hematologische, oncologische problematiek. We hebben het ook nog toegepast bij mensen met CML, CLL, waarbij dat je zou misschien afvragen, hoe zit het met die hematologische lijnen, maar uiteindelijk toch allemaal wel met een mooi resultaat. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel.
Zijn er vragen voor collega Bonnie? Uit de chatbox. Eén vraag is, merkt u een verschil in de stevigheid van het litteken bij LPRF-behandeling in vergelijking tot een klassieke wondzorg? Om eerlijk te zijn, daar heb ik nu nog niet direct op gelet. We zijn zodanig content soms dat alles toegaat. Maar elk litteken heeft natuurlijk wel een nazorg nodig, zoals door de eerste spreker ook aangehaald. Nog wat extra bescherming, nog wat hydratatie. Maar of er nu echt een verschil is tussen beide, dat zou ik niet echt direct durven zeggen. En hebt u een idee over het recidief? Zie je regelmatig recidief van de wonden? Niet altijd op dezelfde plaats. En soms is het ook voornamelijk patiëntgebonden. Mensen met een uitgebreide zone van chronisch veneuze lijden met atrofie blanche, die gaan nog wel een keer een nieuwe bloedjes doen. Daar kun je bijna je hand voor in het vuur steken. Arteriële patiënten zullen misschien nog wel een keer een wondje hebben, waardoor dat ze ook weer een nieuw ulcus ontwikkelen. Maar in dezelfde wonden hebben wij het nog niet voor gehad. Nog vragen van hieruit? Van ons expertenpanel? Ja. Misschien zo nog een vraag. Uw scalpwonden bestraalde gebieden, heb je daar ervaring mee? Of zie je daar verschil mee met uw genezing? In bestraalde gebieden heb ik het nog niet toegepast, omdat ik daar heel weinig hoop heb. Ja, dat is miserie. Want zoals ik zie, inderdaad, uw grote scalpwonden, dat is fantastisch hoe dat hield. Ik wou een vraag, hoe lang was dat na de chirurgie? Die laatste? Eigenlijk bijna onmiddellijk post. Ja. Ja, van als we weten dat alles weg is, beginnen we aan het herstel. Ja. Dat is voor mij echt zo de allerdankbaarste, beste, meest vlotte indicatie is postchirurgisch. Als je ergens, dat zijn mensen die eigenlijk op zich nog geen chronische wondproblematiek hebben. Dus die hoeven niet per se slecht te genezen. En dan vooral zo die wonden, dehiscentie, deeltelijk wat flapnecrose, puur op basis van je trauma. Niet infectieus, uiteraard niet, maar op basis van je trauma. Ja, dat kun je echt redden met LPRF. En als je dan vraagt naar litteken, ook cosmetisch in een gelaat, dat geneest bijna met een mooier litteken als dat je soms met je flapreconstructie bereikt. Dus ook op dat vlak kun je mensen, die dan soms echt wel in paniek zijn, toch ook nog altijd wel hoop geven dat die eindgenezing in orde gaat zijn. Als ik daarop iets mag vragen, hoor ik u meer pleiten voor acute wonden, versere wonden, bij wijze van spreken, eerder te behandelen dan wonden die, ik verwijs voor ik naar het protocol, die 3 maanden al niet helen, zeg je van je moet daar, je hebt als je na een maand alle oorzaken wel gedaan hebt en gedaan hebt dat je kunt, je moet daar agressiever in zijn, hoor ik u daarvoor pleiten? Goh, nee, ik denk dat het gewoon een totaal andere etiologie is van wonden. Hè. Ofwel zitten in een chronische wondproblematiek met alles erop en eraan, veneus, al uw insufficiëntiefactoren en alles dat. En dat versus de setting van post-interventioneel dan post-chirurgisch. Maar flapchirurgie, die dingen, of een bredere excisie van de melanoom, die wonden valt wat open terug. Dat is enorm dankbaar, dat gaat goed. Maar dat is totaal niet vergelijkbaar met een setting van een chronisch veneus ulcus. En een acuut chronisch veneus ulcus, ik weet niet. Ik kan het niet vergelijken gewoon. Ik vind de ene is een heel dankbare setting. Ja. Maar die is wat dat is. Wij doen ook, wij proberen dat soms in een bestraald gebied. Want dat zijn de wonden die eindeloos blijven. Dus op een bepaald punt proberen we die ook. Maar dat is moeilijk, hè. Dat is wat je zegt. Het zijn vaak diegenen die ergens tot een status quo komen, die wel beter is, maar die je vaak ook niet helemaal ziet sluiten. Ook niet, hè. Dus ik denk dat je het gewoon niet kunt vergelijken helemaal, de twee. Is achteraan nog een vraag? Dat is zeker een optie, maar wat willen we doen met chronische wonden? We willen ze terug acuut maken. Want het zijn maar acute wonden die kunnen genezen. Een chronische wonde kan per definitie niet genezen.
Je wil die chronische wonden terug acuut maken, dus een avif maken door te curetteren, door wondranden chirurgisch aan te frissen, is zeker een goede optie. Ja. Onafgezien van de onderliggende etiologie van de scalpwonden, maar ja. Is het gebruik van spoelvak vooraf misschien ook geen optie? In een, twee van de patiënten die ik getoond heb, was er spoelvak gebruikt. Vooral in de orthopedische postchirurgische setting. Er zullen zeker successen geboekt worden, maar die komen niet bij mij natuurlijk. Dus die zie ik niet. Maar bij de twee die het gebruikt was, is het toch zeker een waardevolle aanvulling gebleken. Ja. Bij je scalpbehandelingen, wordt er soms botboring toegepast om vlugger granulaatsweefsel te krijgen? Nee, doen we niet. Zullen jullie soms het protocol aan bij uitgebreide pseudomonas-infecties? Bij uitgebreide pseudomonas of zelfs bij pseudomonas kolonisatie gaan we het uiteraard niet doen. Omdat, waarom komt pseudomonas in een wonde? Omdat ze te vochtig is. En wat is een van de belangrijkste contra-indicaties voor LPRF toe te pakken? Te vochtige wondes. Dus dat sluit elkaar eigenlijk uit. En dan moet je eerst kijken om de wonde droger te krijgen. Niet specifiek je pseudomonas targeten, want dat is niet altijd nodig. Als je de wonde droger krijgt, dan gaat die pseudomonas eraf. U hebt nog iets uit de chatbox misschien. Ja, wat doe je in geval de wonde infecteert tijdens je behandeling? Ten eerste stoppen met de LPRF-toepassing. Dat is logisch, dat staat ook nu in het nieuwe protocol. En dan de infectie behandelen uiteraard. Ja. De keren dat het eventueel zou gebeuren, is het vaak een vochtprobleem. Maar dan heb je misschien uw indicatie niet goed gesteld. En een andere vraag is, kan je LPRF ook rechtstreeks toepassen op blootliggend bot? Zoals je gezien hebt, uiteraard. Ja. Ja. Dank u wel. Dan nodig ik graag collega Roze uit om zijn ervaring met LPRF in brandwonden met ons te delen. Collega Roze is chirurg en gespecialiseerd ook in intensieve zorg, met een bijzondere interesse in brandwondenzorg. Hij is ook sinds 2019 directeur van het brandwondencentrum in Neder-Overeenbeek en heeft een bijzondere interesse in innovatieve therapieën zoals vagentherapie en celtherapie. Collega, graag aan u het woord. Dank u wel aan jullie dat ik een voordracht mocht geven voor jullie. Ik ga proberen een beetje de tijd in te halen, want we zijn wat in vertraging. Uit mijn ervaring uit de sector van de Belgische brandwondenzorg kan ik jullie zeggen, de toepassing van LPRF in de brandwondencentra in België is niet zeer veel. Ik vind het vooral spijtig omdat de collega's die vooral eigenlijk aanverbonden zijn aan de universitaire ziekenhuizen en het materiaal hebben, het niet benutten, misschien omdat ze het niet kennen of om andere redenen, is eigenlijk de toepassing in de acute brandwonden niet frequent of bijna onbestaande. De brandwondenzorg in België, dat weten jullie ook, dat is regionaal georganiseerd, maar maakt dat de doorverwijzing eigenlijk ook naar de regio's gebeurt, naar de brandwondencentra. Oost- en West-Vlaanderen gaat vooral naar de collega's in Gent. Zuid-Limburg en Brabant gaan vooral naar de collega's hier in Gasthuisberg. En onze regio, dus Antwerpen en Noord-Limburg, gaat naar het Neocadix ziekenhuis, brandwondencentrum. Dan hebben wij de vrienden in Luik en de vrienden in Charleroi. En onze doorverwijzingscliënteel is eigenlijk Brussels hoofdstedelijk gewest en
de rand rond Brussel. Hoeveel patiënten nemen we per jaar op? De statistiek is vrij stabiel, 350 hospitalisaties per jaar en een 10.000-tal consultatiemomenten voor onze patiënten in de nazorg. Wij hebben geen LPRF ter plaatse. We hebben het ooit getest, maar uiteindelijk om redenen die ik jullie niet moet uitleggen, spelen soms budgettaire beslissingen eigenlijk een rol in wat wordt geïnvesteerd. En als men dus weet, dat zien jullie later terug in de voordracht, de brandwondenzorg is een enveloppenzorg. Dus wij krijgen per patiënt een envelop. En uit die envelop kunnen we nemen wat dat we willen. En de dingen die wij gebruiken, die zijn zeer duur. Artis, flaconnetjes kennen jullie, dat gebruiken we met hopen. Dus de lijm om de enten vast te leggen. Debridement-instrumenten zoals VersaJet, al die aankopen aan consoles en verbruiksmaterialen. En als je dan als grote fan nog afkomt aan je centrale aankoopdienst en je zegt, wilt je mij ook een centrifuge kopen en de nodige budgetten vrijmaken van de verbruiksproducten, dan zien ze je graag komen. In de brandwondenwereld, dan kijken we vooral, en het is een herhaling van alle sprekers die voorafgaand al gepresenteerd hebben. We hebben verschillende mogelijkheden om de brandwonden te bedekken. Dat zijn de moderne wondverbanden, de hydrocolloïden of siliconenverbanden, alginaten of gewone PU-films. En dan hebben we de klassieke wondbedekking, dat zijn de brandsalven, de vetverbanden. Enzovoort, wat jullie weten dat uit jullie dagelijkse ervaring. Wat zijn de aanbevelingen van onze sector? Dus wat zeggen we, wat is eigenlijk wat is essentieel en wat is wenselijk? Dus essentieel is eigenlijk vooral in de eerste fase van de brandwonden dat we een mooi vochtig wondmilieu behouden. Dat de verband eigenlijk mooi de contouren van de wonden blijft volgen. Dat het bij de verbandwissel eigenlijk niet aankleeft. Dat het gemakkelijk aan te brengen is. Dat het vooral voor de patiënt comfortabel is als je de manipulatie doet. Dat het kosteneffectief is ook. En dat het ook beschermt tegen infectie. Wenselijk is dat je die verband eigenlijk zeer lang kunt laten, dus je appliqueert hem en dan kun je een aantal dagen wachten voordat je dat gaat vervangen. Zodat je eigenlijk in de verloop van je wondbehandeling het veranderen van je wondverband kunt heel laag houden. En wat dat ook ideaal is, dat is dat je de patiënt zijn dagelijkse hygiëne kunt laten doen, zodat de verband eigenlijk niet verweekt wordt, maar dat hij bijvoorbeeld kan douchen. Dat is ook voor ons nog een meerwaarde. De gebruik van LPRF in brandwonden. Dus je moet altijd kijken, de acute brandwonde is van dag 0 tot 3 weken. Sommigen, de collega's uit Gent, trekken nu eigenlijk de acute brandwonden langer, veel, veel langer. Ik heb het hier voor het gemakkelijk te maken gezet op 21 dagen, omdat de meeste collega's in de wereld van de brandwondenzorg op 21 dagen niet ontsluiting de keuze maken voor een huidend. En dan moet je kijken, waar ga ik nu het LPRF eventueel kunnen inzetten? Dus je ziet eigenlijk links een tweede graad oppervlakkige brandwonde of in de literatuur 2A brandwonde. Die wonden die helen eigenlijk op een termijn tussen de 14 en 21 dagen en vragen eigenlijk geen zeer invasieve behandeling, moeten eigenlijk gewoon vrij blijven van infectie.
En zoals ik zei, idealiter zeer lage verbandwissels. En dan herstelt zich die huidbarrière eigenlijk op die periode van 3 weken. In het midden zien jullie een patiënt met een gemengde brandwonden van oppervlakkige zones, diepe zones en derde graad zones. Die dus ook die kartonachtige kleur die jullie zien, dat is, moet dus gedeprideerd worden, chirurgisch. En dat is misschien een zone die in aanmerking zou komen in de acute fase voor een LPRF-applicatie. Maar je ziet soms, vooral in de brandwondencentra, zijn de dimensies van de wonden te groot, zodat je dat in één keer kunt dekken. Dus je moet eigenlijk proberen, dan zou je moeten omwille van de oppervlakte repetitief of verschillende keren de centrifuge draaien om wonden te bedekken. Dus ook dat is een factor die soms een bedenking geeft met het al dan niet gebruiken van LPRF. En de laatste casus is ook een gemengde eerste graad, tweede graad en tweede graad diep en oppervlakkig. En dat vind ik qua oppervlakte zou eigenlijk een patiënt zijn waar dat je LPRF-applicaties zou kunnen overwegen. Contraindicaties, jullie hebben dat gehoord, necrose. Jullie moeten een correct debridement uitvoeren. De infectie moet behandeld worden en ook in de brandwonden onderliggende ziektes die eventueel aanleiding zouden geven aan het niet genezen van een wonde, moeten vooraf behandeld worden voordat je eigenlijk verder gaat met je behandeling. Zeker als je overweegt om LPRF te doen. Of zelf de andere brandwondentherapie moet je altijd aandacht hebben aan onderliggende ziektes die eigenlijk de reden zijn voor het niet sluiten van wonden. Zoals de collega in de eerste presentatie zei, kijk altijd goed na in jou dat je de goede instelling hebt, dat je de goede types benut als je het wilt toepassen. Controleer de saturatie van de verbanden. Bij mij is dat altijd na 3 dagen. En dan om de 3 dagen eigenlijk controle naar saturatie. Maar dat is mijn ervaring in mijn thuispraktijk, in mijn ambulante praktijk, waar dat ik de LPRF toepas. Dat is dat protocol dat eigenlijk zeer goed is, wat dat ik ook volg. Ik heb het gewoon nog een keer herhaald. Wat dat ik ook belangrijk vind, dat is de goede pijncontrole. Dus als je het debridement doet, voorziet de patiënt voor voldoende pijnstilling of appliqueer misschien daarvoor pijnstillende zalf. Dat kan helpen. Applicatie van Emla. Kunt je een mooi debriment daarna uitvoeren en daarna de wonden dan bedekken met de LPRF in combinatie met de vloeistof of injectie. Je moet de wonden natuurlijk altijd controleren en zoals collega Bonnie ook zei, en de vraag was al gesteld, niet te agressief reinigen van de wonden. Dus eens dat je met de applicatie begonnen bent, met de LPRF, ga ik daarna eigenlijk eerder zacht met die wonden om. En mijn ervaring is dat ik de herhaling doe om de 2 à 3 weken, als ik zie dat het gunstig evolueert. Dat is ook mijn ervaring met het benutten van de keratinocytenculturen, die wij al dan niet kweekten, autoloog of allogeen benutten in onze weefselbank. En daar was het ook repetitief om de 14 dagen appliceren en kijken of dat het een positief effect kent, al dan niet. Kende dat geen effect, dan stopten wij. En ik volg een beetje dezelfde idee eigenlijk hier in die therapie. Voor de nazorg, goede communicatie, om de patiënt toch alert op te maken dat hij de therapie trouw moet volgen en de aanbeveling die we hem geven ook naleeft. Als bij alle brandwonden belangrijk, hydratatie van de wonden en de compressietherapie. Bij ons zijn dat speciale compressiekousen of compressiemateriaal die we bij de
nazorg in de brandwonden eigenlijk gebruiken dan UV-protectie. En ik zie de patiënten bij mij thuis om de 6 maanden terug. En natuurlijk is het ook belangrijk de patiënten op eventuele alarmsignalen te wijzen. Dus een toename, zoals Chris zei, van de geur of verandering, bijkomende ulceraties die opnieuw optreden, dat ze weten dat ze daar direct terug kunnen komen voor bijkomend advies of behandeling. Dat heb ik jullie in het begin gezegd. Ons cliënteel zijn mensen die hebben meestal een beperking in inkomen. Dus je mag daar niet een horrende bijdrage vragen voor een zeer dure behandeling. Dan haken zij af. Je moet ook weten dat de patiënt zijn verplaatsing moet doen. Om de 14 dagen moet komen voor de therapie uit te voeren. Voor de brandwondencentra heb ik het gezegd. Ik denk dat mijn collega's niet gaan investeren in bijkomende apparatuur. Momenteel nog niet, maar ik persoonlijk, zoals ik zei, ik val in herhaling. Ik vind het spijtig dat je machinerie die je hebt staan niet benut. Bij ons is het... Wij pikken onze inkomen uit de gesloten envelop. En die envelop die blijft gesloten en die wordt alsmaar beperkter. En dat maakt dat waarschijnlijk in de brandwondencentrum, in de hospitalisatiesetting, de LPRF-applicatie een beperkte toepassing gaat kennen. Dank u wel. Dank u wel voor de heel systematische aanpak van deze presentatie. Met toch wel wat bijzondere aandachtspunten. Voilà, collega Houthoofd. Ja, je hebt de micro. Ik ken niet zo heel veel van brandwonden uiteraard. Maar u gebruikte klassieke compressietherapie die u dan bij de normale brandwonden geeft. Als u de LPRF doet, heb ik dat goed begrepen. U hebt daar geen schrik van dat... te veel compressie is op het moment dat u de membranen... Of fixeert u dan uw verband op een andere manier dan... Eigenlijk over de compressietherapie die nodig is, dat eens de wonden gesloten is. Ah, als alles gesloten is, maar u dan op het moment van LPRF doet u geen compressietherapie. Als er te veel edeem aanwezig is, ja. Doe ik de klassieke compressietherapie. Oké, dan had ik het verkeerd begrepen, sorry. Een vraag zelf, van mezelf dan. Collega's van mij hebben mij verteld dat je veel minder littekenvorming zou hebben mocht je LPRF aanbrengen. Heeft u ook die ervaring of is dat fantasie? Minder littekenweefsel durf ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk alles wat dat langer duurt dan 21 dagen heeft een hoger potentieel op het ontstaan van littekenweefsel. En het probleem is dat ik eigenlijk in de acute fase voor te zeggen van we hebben LPRF gebruikt. En dan zou ik het kunnen vergelijken of dat het minder of meer littekenweefsel is, maar dat is het niet. Waar ik het gebruik bij mij thuis, is het eigenlijk op wonden die ontstaan zijn in een chroniciteit van een brandwonde. Dus waar dat een brandwonde na enkele jaren, eigenlijk zoals collega Bonnier het ook vermeldde, zich terug heropende. En ik probeer die wonde dan te sluiten mits LPRF-applicatie. Maar de littekens zijn er natuurlijk al. En ik vond het wel interessant wat dat hij zei, want ik heb... Bijvoorbeeld geen enkel idee over de stabiliteit van een litteken. Wat wij spreken over stabiliteit van littekens. Wat dat we weten dat in de tijd van de keratinocytenculturen hadden we geen stabiliteit. Wij dachten toen, of de collega's in de jaren 80, met het appliceren van keratinocytensheets, kunnen we de heel zwaar verbrande patiënten eigenlijk genezen zonder dat we ze moeten enten of met de beperkte huid
donorhuid die we hadden. Maar het was niet het geval, omdat dat litteken zich altijd continu weer heropende. Omdat de keratinocyten eigenlijk zich niet aanhechten aan de membraan. En daardoor krijg je een instabiel litteken. Ik heb de indruk wel niet bij LPRF. Daar denk ik wel dat de littekens veel stabieler zijn. En dus meer consistent en kracht kennen. Dat wel, ja. En zou een applicatie in de eerste 21 weken niet veel zinvoller zijn? Ik denk dat wel. Als je bijvoorbeeld een beperkte oppervlakte hebt en je kunt op een gedebrideerde wonde het toepassen, dan denk ik wel dat dat zeer nuttig is. Alleen wordt het niet gedaan. Oké. Okay. Ja, ik doe het thuis, bij mij. Voor bijvoorbeeld patiënten die niet graag naar het ziekenhuis gaan, die komen voor een advies en in een acute fase. En dan kun je overwegen, wat doe ik? Ik moet die wonde debrideren, ze is vuil. En dan zou ik ze eigenlijk moeten enten, maar dan moet ik ze meenemen naar het ziekenhuis. Als ze dan zeggen, nee dokter, dat zie ik absoluut niet zitten, ik wil dat eigenlijk niet, ik heb daar verschrikkelijke vrees van, dan kun je overwegen en met de patiënt bespreken dat je op die acute wonden een LPRF-applicatie doet en dat doe ik. Ja. En dan sluit zich die wonden eigenlijk vrij vlug op een termijn van 10 tot 14 dagen, nagelang de diepte. Bij een derde graadsbrandwonde is dat soms na 3 weken. Vind je het dan niet uw plicht om uw collega in uw discipline daarop te wijzen? Ik zal dat bij de volgende vergadering volgende week maandag doen. Dank u wel, want ik maakte mij dezelfde bedenking. Ik hoor zoveel enthousiasme en geloof in die techniek voor uw brandwondenpatiënten. En dan is het haast niet te geloven dat de kostprijs van dat centrifuge-machine dat zelfs wij ons hebben mogen veroorloven. Want u zegt, ja, de universiteiten die hebben dat allemaal. Ik denk dat u nog geen onderhandelingen met onze aankoopdienst hebt meegemaakt. Dat is hier ook helemaal niet zo gemakkelijk. Dus het zou spijtig zijn dat het alleen daarvan afhangt. Ik kijk ook naar de mevrouw, misschien moet ze er een keer eentje brengen. Ik bedoel, de dag dat dat echt heel nuttig blijkt, ja, dan kan dat toch niet anders dan booming business worden? Vrouw? Goed, goed. Maar... Ah, ze zijn in gesprek. Goed, goed. Dank je wel. Hetgeen wat ik ook even wou vragen is, heeft u ook opgemerkt bij patiënten die u in de eerste acute fase behandelt, dat zij significant minder pijn hebben bij het gebruik van LPRF? Dat is wel waar, ja. Ja. Dus louter het bedekken van de wondoppervlakte met de patches levert wel een duidelijke pijnrelief op. Dat is waar, ja. Oké, dankjewel. Voilà, dankjewel. En dan, nog... Ik zal graag als emeritus de laatste centjes die ik nog heb staan binnen het ziekenhuis doneren aan u om ervaring op te doen op grotere schaal. En bij deze, Antonella, stuurt de rekening maar op. Dank u wel. Goed, goed. Na deze mooie overeenkomst die straks getekend wordt, gehandtekend wordt, nodig ik graag dokter Griffroy uit. Dokter Griffroy is vaatchirurg in Bonheide sinds 2018, opgeleid aan KU Leuven en UGent. En ja, met een zeer allround vaatchirurg, maar met ook bijzondere interesse in ja, wondbehandeling en diabetesvoet. En het is vanuit die interesse dat wij haar graag uitnodigen om met ons haar ervaring te delen. Dank u wel. Dank u wel allemaal voor hier te zijn en nog even vol te houden. Ik ga als laatste spreker het proberen luchtig en soms smeuig te houden bij de diabetische voet. Ik ga al wel bekennen dat voor mij de diabetische voet zeker niet de eerste keuze is voor een LPRF-behandeling, dat het eerder een
uitzondering is dan een per definitie aanpak. Begint natuurlijk de vraag, ja, wat is dat nu eigenlijk, een diabetische voet? Is dat gewoon een voet bij een diabetespatiënt? Of zijn er bepaalde, een voet met wondes bij een diabetespatiënt? Of moeten we daar verder gaan kijken? Ik ga jullie allemaal foto's tonen van specifieke diabetische voeten. Dit is een patiënt waarbij dat je ziet dat er interdigitale necrose is. Als je dan gaat kijken naar de angiobeelden, zie je dat die ook belangrijk onderbeensvaatlijden heeft, wat een hele specifieke is voor onze suikerpatiënten. Maar ook deze persoon had dan belangrijk AFS-lijden. Is dit dan de typische diabetische voet? Dat is een dialysepatiënt die ook diabetes heeft. Een droge necrose, zeer dystrofe nagels, droge huid. Wat dan wel eigenlijk heel mooie onderbeensvaten. Is deze dan het type voorbeeld? Eigenlijk een single outflow fibularis in het onderbeen met meerdere voetwondes en een erg droge huid en ook al een glimp van een atrofe nagel. Of is het meer dit, het pure geïnfecteerde verhaal waar dat er onder die necrotische blaas heel veel etter aanwezig is, maar die dan wel perfecte perifere pulsaties heeft? Of dit, als je gaat kijken naar de angiobeelden, ook weer een suikerpatiënt, maar met absoluut geen outflow in de voet en een geïnfecteerde necrose op de hallux. Zoals je ziet, het zijn allemaal diabetische voeten. Het zijn allemaal voeten met wondes met een diabetisch patiënt eraan. Maar voor geen enkele is eenzelfde behandeling toepasbaar. Een diabetische voet wordt gekenmerkt door drie grote pijlers. De belangrijkste zijn de neuropathie, de angiopathie en de verminderde gewrichtsmobiliteit, die allemaal gaan bijdragen aan het ontwikkelen van voetulcera. En waarbij dat wij als vaatchirurg altijd alles gaan bovenhalen om een amputatie te gaan vermijden. Door het feit dat daar verschillende factoren aanwezig zijn, maakt dat ook dat de diabetische voetpatiënt echt een multidisciplinair geheel is, waarbij dat we gaan werken met vaatchirurgen, infectiologen, orthopedisten, endocrinologen, plastisch chirurgen enzovoort. Voor ons specifiek, als wij een patiënt gaan krijgen met een diabetische voetwonde, staat infectiecontrole altijd op de voorgrond. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk naar een agressief debridement over te gaan. Het kan ook zijn dat je dat meermaals gaat moeten herhalen van dag tot dag. En soms is een primaire open amputatie ook noodzakelijk en gaat er altijd gestart worden met breed spectrum antibioticum. De volgende stap is om te gaan werken naar een optimalisatie van de vascularisatie. En pas dan gaan we overgaan naar beslissingen in verband met de wondzorg. En daar gaan we dan gaan zien. Wat dat we heel vaak gaan toepassen is een vactherapie. En op een gegeven moment gaan we gaan herevalueren of dat de wonde geschikt is voor LPRF. En zoals eerder ook al aangehaald door Chris, zijn er zeker bepaalde wondkarakteristieken waar dat er naar gekeken moet worden. Zoals de locatie van de wonde. Het moet een gemakkelijk te behandelen zone zijn, een gemakkelijk te verbinden zone. En moet er ook gekeken worden naar bepaalde patiëntgebonden factoren, waarbij dat het logistieke toch iets is wat dat echt niet uit het oog te verliezen is. Dat is ook voor ons een van de belangrijkste redenen waarom dat wij niet meer naar een wekelijkse behandeling gaan, maar waarbij dat we doorgaans een start doen met we starten op week 1, we doen een controle op week 2. Als we daar zien dat de verpleging en de patiënt eigenlijk alles goed begrepen heeft en dat het goed vertrokken is, gaan we eigenlijk gewoon naar een 2-wekelijkse ambulante opvolging. Zijn dit patiënten waarvoor dat we vinden dat er een plaats is voor een LPRF-behandeling? Ja, nee. Hier is amputatie bij de eerste foto absoluut onvermijdelijk. Belangrijk is om daar eerst naar een infectiecontrole te gaan doen, naar uw vasculair lijden te gaan kijken. En dan op de grootste foto ga je zien dat is eigenlijk een type 2 diabetes die perfect arterieel in orde is.
die al wat een teen- en een straalamputatie heeft gehad, maar daarop eigenlijk een compleet misvormde midvoet heeft gekregen, waarbij dat offloading eigenlijk echt primordiaal is. Dit is een patiënte waarbij dat ik voor dokter Bonnier, je gaat misschien de foto's herkennen. Het is een dame waarbij dat ik de primaire foto's van de patiënten bij ons zelf niet meer ter beschikking had, maar die wel een vergelijkbare wonde had. En ik wou die heel graag tonen, omdat dit de patiënte is waarbij dat ik het picoverband ben gaan gebruiken ter hulp voor applicatie. En dat maakt ook dat die Achillespeeswondes eigenlijk echt een ideale plaats vinden voor een LPRF gaan toe te passen. Heel vaak komen daar Achillespezen in bloot te liggen. En kunt je toch die wondes eigenlijk op een heel mooie en goede manier gaan verzorgen. Dit is eigenlijk een van de eerste patiënten waar ik mee gestart ben. Dat is een patiënt die onder andere type 2 diabetes heeft, maar ook daarnaast heel veel nevendiagnoses die dergelijke significante wonden met zich meebrachten. Dat is een dame die ik ken sinds de opstart in Bonheiden, dus in 2018, die al ulcera had meer dan 15 jaar. En we waren zo ten einde raad dat we daar uiteindelijk mee gestart zijn. Ik zou het nooit niet meer doen. Het is veel te veel werk geweest. Maar ik moet wel zeggen dat we daar initieel hele mooie resultaten mee geboekt hebben. En dat is ook misschien een beetje een controversiële. Zoals ik kon zien op de vorige slide, had die patiënt een chronische nierinsufficiëntie waarvoor dat ze EPO-toedieningen moest krijgen voor haar anemie. En dat maakt eigenlijk ook, gezien dat we de heel goede resultaten haalden, dat we zijn gaan experimenteren met bloednames bij familieleden om te gaan gebruiken in de behandeling. Ik moet daar eigenlijk ook aan toevoegen dat dat heel goed gepakt heeft. En dat is een beetje een kanttekening, omdat al onze patiënten met chronische wondproblemen, dat zijn gewoon geen hele gezonde mensen. Ik heb dat ook al gedaan met een patiënt met levercirrose, om daar dan bij iemand van de zussen te gaan werken met bloednames van hun. En dat gaf eigenlijk hele goede resultaten. Kan LPRF een alternatief zijn voor amputaties? Ik denk dat dat een gemengd antwoord is. Soms wel, soms niet. Maar als je gaat kijken bij deze patiënt, die ook al een halluxamputatie heeft gehad, kan je op de eerste foto zien dat er wondes zijn op het dorsum van de voet. En daar kwam je eigenlijk gewoon rechtstreeks op de gewrichten. Er kwam ook heel veel etter uit. Zoals dat je kunt zien op de voorvoet, de voetrug, was ook echt heel geïnfecteerd. Dus er waren meerdere gewrichten, pezen en bot aangetast. En daar hebben we gegaan voor een open amputatie, grote debridementen. En uiteindelijk is die wonde in orde gekomen met vactherapie. Dit is dan een dame die ook een drukulcus had op de malleolus, een arteriële patiënte, die ook gevasculariseerd is geweest door middel van een bypass, waarbij dat er botcontact zat op de mediale malleolus en waarbij dat we dan ter langer na LPRF eigenlijk wel heel mooie resultaten hebben geboekt. Mijn totale heling na 12 weken. Dit is dan wederom iemand die voor mij geen indicatie vindt. En dat is een geïnfecteerde teen, blootliggend bot. Dat is echt een sausage toe. Daar zijn we gegaan voor een open amputatie. En dit zijn dan wel nog de originele foto's van de dame met de Achillespeesproblematiek, waarbij dat we dan op termijn eigenlijk naar een hele mooie heling zijn kunnen gaan. En waar dat we na een tijd ook overgeschakeld zijn van LPRF en PICO naar PICO alleen. Dat is dezelfde dame met die wonde aan de Achillespees die dan enkele maanden later op de andere kant wondjes is beginnen krijgen op haar hallux en verschillende kloven aan de hiel. Waarbij dat we dan hier niet voor LPRF zijn gegaan, maar waarbij dat we dan zowel arterieel op punt zijn gaan stellen. Die hallux is geamputeerd geweest omdat daar botcontact was.
En ook nogmaals geprobeerd om de schoenen aan te passen, maar ze is een vrij kokette dame die heel graag op hakjes loopt. Dus dat loopt niet altijd even gemakkelijk. Dat zie je ook hier. Hè, doet ze weer eigenlijk klassiek eigenlijk voor onze patiënten met de diabetische voet. Je begint hier ook al te merken dat er wat meer deformiteit in die tenen begint te komen. En dat is het orthopedische luik dat vaak aan bod komt. Ook hier weer op de hamertenen het ontwikkelen van een drukulcus met blootliggende gewrichten, waarbij dat er ook weer een open amputatie is overgegaan. Dat is een beetje een worst-case scenario geweest van de 66-jarige man die in het voorjaar bij ons opgenomen is geweest. Zag er initieel eigenlijk relatief rustig uit, waarbij zelfs dat klein wondje aan de kleine teen vrij vlot genezen was. Maar die dan op een gegeven moment met manifeste koorts terug zich presenteert. Waarbij dat we, ik denk, voor 10 dagen aan een stuk dagelijks naar de operatiekamer zijn moeten gaan om bijkomend te blijven debrideren. Waarbij dat je ziet dat dat echt via alle pezen is gegaan. Na intensieve chirurgische debridementen en vaktherapie zijn we uiteindelijk tot dit resultaat gekomen. Waarbij dat we dan een huidgreffe geplaatst hebben. En dan na een tijd dat dat verder is opgegroeid. En daar aan de enkel is er even LPRF toegepast geweest om naar een verdere heling te komen. Dat heeft dat allemaal wat geaviveerd en dat heeft wel gemaakt dat dat eigenlijk heel mooi geëvolueerd is. Nu, kleine kanttekening. Vergeet nooit, de patiënt die aan uw voet hangt, zijn ook heel vaak zeer speciale of zeer specifieke types. Die man is nu voor de wonden aan zijn hallux, heeft hij het in zijn hoofd gehaald om specifiek op zijn hiel beginnen te lopen. En hij zit daar nu met een gigantisch drukulcus tot op bot. Dus we hebben daar geen lidmaatsparende behandeling niet meer voorgesteld. Maar hij is voorlopig uit de opvolging verdwenen, zoals dat dan gaat. Wat wil ik vooral besluiten over onze diabetische voet? Ja, dat is een hele grote noemer, waarbij dat je heel veel verschillende aspecten gaat tegenkomen. LPRF kan, maar kan ook vaak niet. Dat is iets ook wat dat continu geherevalueerd moet worden. Zoals bij onze laatste patiënten, waarbij dat je ziet initieel niet van toepassing was, maar dan in een later beginstadium wel. En belangrijk is daar om niet alleen uw patiënt te motiveren, maar ook heel uw team, dat zich daar dan dagelijks mee bezighoudt. En een andere, heel belangrijke, dat ik altijd wil meegeven aan onze assistenten, is voor een diabetische voet, ja, wees altijd op uw hoede, dat ontploft in uw gezicht. En als jij daar te zachtaardig mee omgaat, dan loopt dat ook gewoon slecht af. Dank je wel. Dank je wel voor deze zeer wijze woorden en hele mooie beelden. Maar ook natuurlijk die prachtige casussen die je hebt voorgesteld. Heel leerzaam. Zijn er vragen vanuit de zaal? Maar wel vanuit het panel. Ja, ik heb een vraag in verband met de kwaliteit van LPRF. Is er weet dat glycemie een invloed heeft op de kwaliteit van LPRF? En dan denk ik aan glycosylatie van de plaatjes of de cellen of zo. Oh, ik zie dokter Houthoofd al vakkundig knikken. Nee, ik ben daar absoluut van overtuigd dat dat eigenlijk hand in hand gaat. Ik ben daar heel formeel in. Ik denk dat daar ook, ik weet niet, dat is een beetje de vraag naar de anderen toe. Ik weet niet of jullie daar al geëxperimenteerd mee hebben, met bloedstalen te nemen van relatives. Ik heb daar nog niet heel veel van gevonden. Maar ik moet wel zeggen, met dat IKT vond ik dat eigenlijk een heel logisch iets, omdat dat zijn ook gewoon hele slechte patiënten. En ja, als je, dat is heel simplistisch, ik ben dan ook een chirurg, maar als je een slechte patiënt hebt, ja, dan denk ik ook dat je bloed dat circuleert niet op en top is. Ik weet niet of jij iets wilt toevoegen. Ik ben daarvan verschrokken toen ik het de eerste keer hoorde, maar ik heb er wel al een paar publicaties over gezien. Dus je bent ook niet de eerste,
En het lijkt mij ook wel logisch ook. Maar ik kan nu geen echte data... Maar ik denk dat ze het noemen allogenic LPRF. Als je op die term zoekt, dan ga je normaal wel publicaties vinden. Oké, okay, dank je wel. Ja, qua... Ik... U gebruikt de PICO, hè, in samen met LPRF. Is dat... Gaat u dan eerst een... Dus na het aanbrengen van een membraan, brengt je dan eerst uw siliconenverband aan en daar uw PICO op? Klopt, het is eigenlijk echt gewoon een vervanging van het non-woven compress of het absorberend dat ik er anders op zou doen. Nu, ik heb het ook enkel en alleen maar gedaan bij die patiënten met die wonden op de Achillesbees. Ja. Omdat dat is gewoon zeer handig om alles ter plaatse te houden. En dat is ook een verband dat vocht absorbeert en dat je perfect 7 dagen erop kan laten. Dat was een succes. Gaat dat altijd zo zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Vragen uit de zaal? Vragen uit onze chatbox? Dan geef ik heel graag het woord aan professor Quirijnen voor een afsluitend woordje. Ah ja, professor, iets moet er gebeuren. Dank u wel dat u mij daar heeft op voorbereid. Ik vind het fantastisch om dit te mogen hebben vandaag, om dit te mogen meemaken. En ik hoop dat diegenen die nog twijfelen, niet meer twijfelen. En dat degenen die er al mee bezig zijn, misschien nog van elkaar geleerd hebben. En dan kan ik van de nacht rustig slapen. Dank u wel. En er is nog een drankje, denk ik, hier buiten. Of althans nog iets om een versnapering. En veilige terugreis natuurlijk.